Welkom allemaal bij dit webinar over adsorptie, oxidatie en biologische afbraak. Mijn naam is Bennette Lohman en ik werk bij Waterschap Zuiden-Zeeland als adviseur waterketen. En bij het IPMV-traject ben ik voorzitter geweest van de begeleidingscommissie Natuurlijke Zuiveringen. Voordat we verder gaan met het webinar, begin ik met een paar huishoudelijke mededelingen. Dit webinar nemen we op en kan je ook later terugkijken via de STOA-website. Daar staat dan een link. We gaan presentaties houden en tijdens de presentaties kunnen jullie ook vragen stellen. Hiervoor heb je aan de rechterkant van je scherm heb je een chatscherm. Deze vragen die, komen dan bij ons binnen en na afloop van de presentatie dan nemen we die nog even door. We vinden het wel heel erg leuk als jullie meedoen, dan krijgen we ook een beetje meer interactie. Het is ook heel handig om dat chatscherm open te laten staan, want daarin kunnen wij ook polvragen aan jullie stellen. En dat is dan ook meteen een heel mooi moment om te beginnen met de eerste polvraag. Want we zijn heel erg benieuwd in welke hoedanigheid jullie hier zitten en in hoeverre jullie betrokken zijn bij het neerzetten van zuiveringsinstallaties voor het verwijderen van micro-verontreinigingen. Dus als het goed is, komt de eerste poll nu bij jullie in beeld in het chatscherm. Dan hebben we nog het programma van vandaag. Vandaag hebben we 4 presentaties over 4 verschillende technieken om micro-verontreinigingen te verwijderen. We beginnen straks met een presentatie over de upflow-GAC-techniek. Dan hebben we de BO3, gevolgd door de DEXORP. En de laatste presentatie gaat over de natuurlijke systemen. Maar we beginnen met Cora uit de Linden van de STOA. Welkom. En Cora gaat ons een toelichting geven op het IPMV-project. Programma. Dankjewel, Bernadette. Ja, het IPMV, oftewel het innovatieprogramma microverontreinigingen. Ik hoop dat al velen van jullie daar al vaker van gehoord hebben. Want we zijn al 5 jaar bezig. Dit jaar is het laatste jaar van het programma. We zijn in 2019 gestart en dit jaar, 2023, is het laatste jaar van een 5-jarig programma. Ik mag me daarmee bezighouden namens STOA en Mirabella Mulder helpt mij daarbij. Mirabella Mulder die komt later ook nog wel in beeld bij het beantwoorden van de vragen. En zij is ook mijn steun en toeverlaat bij het innovatieprogramma Microverontreinigingen. Het programma is, wat ik al zei, het vijfde jaar zitten we in. En het is geïnitieerd om nieuwe technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen een stapje verder te brengen. De standaardtechnologieën van poederkool doseren, granulair kool toepassingen of ozon toepassingen. Dat worden zeg maar standaard technieken, worden gezien als standaard technieken. En met het innovatieprogramma proberen we juist die nieuwe combinaties, die nieuwe technologie door middel van haalbaarheidsstudies en pilotonderzoeken gereed te maken voor de praktijktoepassingen. Het programma is mede financieel ondersteund door het ministerie van INW, STOA en vanzelfsprekend ook de waterschappen. Een belangrijke bijdrage, zeker als het gaat om het faciliteren van de pilots en om daarmee bezig te zijn. Het programma is eigenlijk onderverdeeld in zeg maar 6 segmenten. En we hebben we hebben 2 calls gedaan in de afgelopen 5 jaar om die nieuwe technologie boven water te krijgen. Alle nieuwe technologische toepassingen, daar zijn we eerst begonnen met haalbaarheidsstudies. En als die een goed vervolg hadden, een goede uitkomst hadden, zijn we overgegaan tot pilotstudies. En alle technologieën waar we eigenlijk ook een pilot voor wouden draaien, dat is ook gelukt om een waterschap daarvoor bereid te vinden om ook zo'n pilot te hosten. Dus dat is hartstikke mooi dat ons dat gelukt is. We hebben deze 6 segmenten, daar zijn ook begeleidingscommissies voor ingesteld, die dus ook de meerdere projecten hebben begeleid en ook de kwaliteitscontrole hebben gedaan voor de verschillende technologieën.
Je ziet hier op deze sheet een aantal vlakken. Het groene vlak, dat hebben we al eerder in een webinar aan de orde gehad. Dit is het derde webinar in een serie van 5. Dan moet ik het even goed zeggen. De blauwe, dat was de tweede webinar. En de derde webinar waarvoor we vanmiddag zitten, dat zijn de gele vlakken. Die komen vanmiddag aan de orde. Dit jaar gaan we het allemaal afronden. Alle onderzoeksrapportages zijn nog niet allemaal klaar. We hebben in de afgelopen tijd best wel aardig wat rapporten al afgerond. Maar het venijn zit hem in de staat natuurlijk. We zijn de laatste weken druk bezig om alle rapportages die en alle onderzoeken die gedaan zijn in het kader van het IPMV af te ronden voor het einde van het jaar. Dus dit geeft al een indrukwekkende hoeveelheid rapporten, want de haalbaarheidsstudies zijn gerapporteerd en er zijn ook al een aantal pilot rapporten afgerond. En er zijn ook een aantal aanpalende onderzoeken uitgevoerd als het gaat om de vorming van bromaat hoe te meten rondom de microverontreinigingen en dergelijke. En het vrijkomen van microverontreinigingen bij het vergisten van slip. Het zijn een aantal ondersteunende onderzoeken zijn ook gerapporteerd. Maar we zijn nog in afwachting van een aantal mooie rapporten rondom pilotonderzoeken. Maar die volgen zo spoedig. Naast onderzoek is er natuurlijk ook een versnellingsprogramma voor de implementatie op praktijkschaal. Maarten Nederlof van Waterschap Rijn en IJssel is daar ook druk mee bezig. We hebben 2 fases daarbij bij het versnellingsprogramma. En dit geeft een plaatje van de eerste fase. En aansluitend tot 2027 volgt er ook nog een tweede fase. In de eerste fase worden voornamelijk de standaard technieken toegepast. Actief kool en ozon. En ik hoop dat we met name in de tweede fase ook een heel aantal technieken gaan terugzien die we in het innovatieprogramma microverontreinigingen hebben onderzocht op pilotschaal, haalbaarheidsstudie pilotschaal, en dat die dus ook de weg naar de praktijk gaan vinden. Maar dit geeft in ieder geval alvast een mooi overzicht van wat er zoal gaande is in Nederland en welke waterschappen dus nu volop bezig zijn met de implementatie op volle schaal. En als we even de stippen op de horizon zetten, dan zijn er een aantal mooie mijlpalen in het vooruitzicht. 2027, de kaderrichtlijn water. Maar ook een aantal jaartallen die eigenlijk op dit moment nog onduidelijk zijn, welke jaartallen precies daar aan komen te hangen, die te maken hebben met de Europese richtlijn stedelijk afvalwater. Die is nog in concept, dus alles wat in het gele vlak hieronder staat, dat is ook nog onder voorbehoud. De jaartallen, maar ook de specifieke concentraties en ook de omvang van de zuiveringsinstallaties waar in de toekomst vergaande verwijdering van microverontreinigingen vereist wordt. En ook vergaande nutriëntenverwijdering. Maar dat het eraan gaat komen is zeker. Het innovatieprogramma microverontreinigingen, dat gaat daar mooi op aansluiten op Europese wetgeving, waarin we echt stappen gaan maken om zuiveringen te voorzien van aanvullende zuiveringstechnieken. En dan nog één sheetje waarin ik even aandacht wil vragen voor de website van STOA, www.stoa.nl/IPMV. Dat is eigenlijk een beetje de startpagina om eigenlijk een overzicht te krijgen van welke rapporten en onderzoeken er allemaal plaatsvinden binnen het innovatieprogramma microverontreinigingen. Deze tabel die staat ietsjes naar beneden op de website. En dat geeft in mijn ogen een heel mooi overzicht. Want alle pilotlocaties staan er vermeld. De haalbaarheidsstudies en ook de rapportages voor het pilotonderzoek staan ook vermeld. Nog niet alles heeft een linkje om meteen door te klikken naar het rapport. Maar voor het eind van het jaar staan die er vast en zeker op. En ook in de laatste kolom zitten linkjes naar de verschillende webinars die betrekking hebben op de verschillende technologieën.
Mooi, mooi, goed om te onthouden dat dit een mooi vertrekpunt is om alle kennis tot je te nemen van alle onderzoeken en resultaten van het innovatieprogramma. Nou, en volgens mij was dit het einde van mijn presentatie als intro op het totaalprogramma waar we met de sector mee bezig zijn om stappen te gaan maken om, microverontreinigingen te verwijderen. Nou, dankjewel. Dankjewel voor je toelichting. Dan gaan we eerst nog even terug naar de poll om te kijken wie er allemaal met ons meekijkt vandaag. Ik zie dat de helft is waterschapper. Hartstikke leuk. En voor de rest zijn de categorieën een beetje verdeeld. Zowel mensen van adviesbureaus, leveranciers als anders of mensen die helemaal niet bij betrokken zijn. Nou, hartstikke leuk. Dan gaan we verder naar de eerste presentatie. En Alexandra Deken van Waterschap de Dommel die werkt daar als innovatietechnoloog. En vandaag vanaf afstand gaat ze bij ons presenteren over het onderzoek wat ze hebben gedaan op RWZT Hapert met Upflow granulair actief kool. Dus Alexandra, welkom. Vertel je onderzoek. Hallo, dankjewel Bernadette voor de mooie introductie. Ik zal mijn scherm delen, dan zien jullie ook de presentatie als het goed is. Ja. Hallo allemaal, ik ga jullie de komende 25 minuten even meenemen in de reis van het pilotonderzoek van de Upflow-GAC-pilot op RWZI Hapert. En toen bleef die even hangen. Ja, kijk, mooi. Waar ga ik jullie over vertellen? Nou, ten eerste van waar hebben de pilottesten eigenlijk plaatsgevonden? Welke technologieën hebben we uiteindelijk getest in het pilotonderzoek? Welke resultaten zijn er behaald? Wat betekent dit dan als je het fullscale zou willen implementeren? En hoe doen die technologieën het eigenlijk in vergelijking met de referentietechnologieën? Nou, als jullie de laserpointer volgen, dan zien jullie in omstreeks 2018 hebben wij als waterschap de Dommel samen met alle andere waterschappen die in het stroomgebied van de Maas liggen een regionale hotspot-analyse gedaan. Daar kwam een mooie rangschikking van de zuiveringen uit die van grote invloed zijn op de kwaliteit van het water van de Maas. En de zuivering in Hapert heeft het toch tot een plaats 6 geschopt. Nou, dat is reden genoeg om op een mooie kleine locatie toch aan de gang te gaan met het uitproberen van diverse pilots. Nou, waar ligt Hapert? Hapert ligt helemaal in het zuiden van de provincie Noord-Brabant tegen de Belgische grens aan. De zuivering van Hapert is een zuivering van ongeveer 65.000 IE. Behandelt per dag ongeveer 12.085 kuub. En het effluent wordt behandeld in een waterharmonica en daarna geloosd op de Grote Beerzen. Hier rechtsonder zien jullie even een luchtfoto van de zuivering van Hapert. Met de groene pijl aangegeven de locatie waar de pilots uiteindelijk hebben gestaan. En hierboven de waterharmonica aangegeven. Nou, dan gaan we naar welke technologieën zijn er uiteindelijk getest. Ja. Nou, als eerste de Cabo Plus pilot installatie. We hebben hier links in beeld hebben wij even het schema van een full-scale installatie om dit te kunnen vergelijken met de pilot installatie. Nou, in een full-scale installatie wordt het water, zoals de naam Upflow-GAC al doet vermoeden, via de onderkant toegevoerd over een verdeelsysteem, mooi verdeeld over de gehele reactor en het stroomt van onder naar boven. Aan de bovenkant heb je dan effluentgoten waar het gezuiverde water dan overstroomt en vervolgens naar buiten kan gaan. Met het lichtgrijze gebied hier is de actief kool aangeduid, want het water stroomt dus van onder naar boven door het actief koolbed heen. En kan zo ontdaan worden van alle microverontreinigingen. Wat is het bijzondere aan het Cabo Plus systeem? Nou, ten eerste, het is geen vast bed. Door het inbrengen van het water aan de onderkant
wordt het kool gefluidiseerd. En ten tweede hebben we hier links, vindt continu toevoeging van actief kool plaats. En rechts zien we, vindt continu extractie van actief kool plaats. Dus bij het CarboPlus systeem kunnen we, net als bij een PACAS systeem, actief kool doseren naar gelang de gewenste verwijdering. Dus in grammen per kuub. Bij de full-scale installatie gebeurt dit uiteraard allemaal volledig geautomatiseerd. Heb je hier dan nog een mengstation voor het actief kool, zodat het goed gewaterd toegevoerd wordt. En heb je na de extractie uiteraard nog containers, zodat het actief kool verzameld kan worden en dan voor reactivatie weggebracht kan worden. Nou, hoe zag dat er in de pilot uit? Dan gaan we even hier naar de rechterkant van het scherm. Dan zien we ook de influent van de pilot vindt inderdaad aan de onderkant plaats. We hebben hier een instelling om terug te kunnen spoelen met lucht, maar ook met water. We hebben hier in het midden ongeveer de extractie van het gebruikte kool. We zien hier een bruin stickertje op de installatie plakken. Nou, dat is ongeveer de bedhoogte in rust. Die is 1,5 meter. Dan ongeveer hier ter hoogte van de platform is de bedhoogte van het gefluidiseerde bed. Nou, dat was ongeveer 2,1 meter. We zien hier de outlet van het spoelwater. Nou ja, en hier aan de bovenkant vindt dan de overstort van het geschoonde water plaats. Maar, en dit is dan het nadeel van de pilotinstallatie, hier aan de bovenkant vindt ook de toevoer van de actief kool plaats. Wat wil dit zeggen? Nou, dit betekent dus, als we de fullscale met de pilot vergelijken, in de pilotinstallatie vinden dus zowel de kooldosering als de koolextractie, als ook het terugspoelen van de installatie handmatig plaats, terwijl dit, de kooldosering dus, de koolextractie en het terugspoelen in de fullscale installatie volledig automatisch zijn. We kunnen dus ervan uitgaan dat de pilotinstallatie in die zin, ook omdat er geen sprake is van een waterverdeelstation, het water wordt gewoon ingelaten via de onderkant. Dus de pilotinstallatie is eigenlijk een worst case benadering van de fullscale installatie. De tweede pilot. Nou, de tweede pilot, dat was de Dynacarbon pilotinstallatie. Ook hier hebben we aan de linkerkant weer even een afbeelding van de fullscale installatie. Hoe werkt de Dynacarbon installatie? Nou, het water wordt via deze slang toegevoerd. Wordt via de middenweg wordt het hier naar het waterverdeelwerk gebracht. En dan stroomt het water vanaf hier, van het verdeelstation, ook weer opwaartse richting door het actief koolbed. En dan hebben we hierboven bij de, wat hier met washbox is aangeduid, het overstort randje en kan het effluent het filtersysteem verlaten. Nou, wat heeft de Dynacarbon dan nog? De Dynacarbon maakt ook gebruik van een airliftpomp om het kool de hele tijd in beweging te houden. Maar de Dynacarbon werkt wel als een moving bed, niet als een gefluidiseerd bed. Maar ook dit moet eigenlijk goed contact tussen actief kool en water mogelijk maken voor efficiënte verwijdering van de microveldreinigingen. Nou, hoe ziet dat dan in de pilotinstallatie uit? Dan kijken we nu naar de rechterkant van het plaatje. Nou, deze installatie ziet er toch behoorlijk hetzelfde eruit als de fullscale installatie. Er kan 720 kilogram kool toegevoegd worden. De lucht- en waterterugspoeling die worden automatisch aangestuurd en vinden regelmatig plaats. Het influent en het effluent worden beide hier toegevoegd, maar het gaat dus in opwaartse richting door het systeem. Enige nadeel van de pilotinstallatie van de Dynacarbon om stabiele bedrijfsvoering te bereiken was uiteindelijk, zoals hier in het midden te zien, een voorbehandelingssysteem nodig. Er is toen een SOBI-filter geplaatst, maar dit was puur omwille van de beschikbaarheid van het systeem. Maar dat is dus zeker een reden om nog naar te kijken welke type voorbehandeling noodzakelijk is.
Ook mooi aan deze pilot, de data werden opgeslagen en waren online beschikbaar, zoals het debiet, de behandelde bedvolumes, drukopbouw over het filter en de verblijftijd in het filtersysteem. Nou, van welk type actief kool maken de installaties gebruik? Zoals Cora net al had aangegeven, en dan ga ik even naar het midden, maakt de Cabo Plus inderdaad gebruik van een micro-grain actief kool. Dat is dus een kool met ongeveer een grootte van een halve millimeter. En de Dynacarbon daartegen die maakt dus gebruik van een redelijk standaard actief, granulair actief kool van ongeveer 2 millimeter grootte. Hier rechts is dan nog ter vergelijking een plaatje van de Pacas toegevoegd. Die hoopjes die zijn wellicht iets vertekenend qua grootte, want het zijn inderdaad hoopjes kool. Dus die poederactief kool is natuurlijk beduidend kleiner met 0,05 mm grootte. Nou, beide pilots werden met een cyclekaap bedreven van Kemron. En dat is een gereactiveerd type actief kool, wat gewoon uit een pool van gereactiveerd kool komt. Nou, hoe was dan het processchema van de pilots? Nou, hier in oranje links op het luchtfoto van de zuivering van Hapert zien we waar beide pilots waren opgebouwd. En hier rechts zien we dan uiteindelijk het processchema van de pilots. De pilots werden dus gevoerd met effluent uit de nabezink tank 4. Dat effluent werd eerst behandeld met het doekfilter, wat ik reeds had laten zien. Dat gefilterde water werd toen in een aanvoerbuffer geleid. En van daaruit werd het dan naar zowel de Cabo Plus als de Dynacarbon verdeeld. Achter de beide pilots was een meetgoot aangesloten om alle bemonsteringen op uit te kunnen voeren. En vanuit de meetgoot ging het behandelde effluent daarna samen met de afloop van nabezink tank 2 weer naar de effluentgoot van RWZI Hapert naar de waterharmonica. Dan even wat gegevens over het onderzoek wat uiteindelijk bij de Cabo Plus installatie heeft plaatsgevonden. Zoals gezegd, het werd bedreven met een gereactiveerd kooltype, de Cyclekaap 305 van Kembiron. De bedhoogte in de rust was ongeveer 1,5 meter. De bedhoogte gefluidiseerd was ongeveer 2,1 meter. Het debiet waarmee de installatie bedreven werd was tussen de 250 en de 266 liter per uur. In totaal hebben we met deze pilotinstallatie ongeveer 2700 kub behandeld. De geteste doseringen die we gebruikt hebben zijn 15, 18, 20 en 30 gram per kub. Want zoals ik in het begin had uitgelegd, bij de Cabo Plus installatie kun je dus actief kool naarmate je meer water behandelt doseren. En het reactorsysteem heeft een verblijftijd van ongeveer 6 minuten, wat vrij kort is. De aanvoersnelheid van het systeem ligt ook bij een 15 meter per uur. En daar zijn de pilotinstallatie en de fullscale installatie ook hetzelfde. En de Cabo Plus, daar zijn ongeveer 13 kilogram actief kool gebruikt, wat een bedvolume van ongeveer 0,03 kub uitmaakt. Nou, hieronder zien we de experimenten in de verloop van de tijd. Welke kooldoseringen hebben we gebruikt? Nou, in de start-up periode, de reactor is niet meteen met 1,5 meter bedhoogte kool gevuld. Maar hij is eerst tot 1,5 meter ongeveer gevuld. En daarna, naarmate er afvalwater behandeld was, is er kool iedere week toegevoegd. Dan hebben we van januari, in januari waren we ongeveer in het begin van de bedrijfsperiode en van januari tot en met juni hebben we gebruik gemaakt van 15 gram per kuub. Dat was omdat uit de haalbaarheidsstudie bleek dat dit een hele goede dosering zou moeten zijn. Daarover straks meer. Van juli tot september hebben we de dosering verhoogd naar 30 gram per kuub.
Want je raadt het al, met de 15 gram per kuub waren we niet helemaal tevreden. Daarna zijn we qua dosering weer omlaag gegaan naar 20 gram per kuub. Hebben nog weer een kort uitstapje gedaan naar 15 gram per kuub om een andere vraag te beantwoorden. Maar daar kom ik ook later op terug. En daarna dachten we de optimale hoeveelheid gevonden te hebben bij 18 gram per kuub. Zoals reeds aangegeven, moest de kool handmatig toegevoegd worden. En ook daar hebben wij nog gevarieerd om dit 1, 2, respectievelijk 3 keer per week te doen. Maar ook hierover zien we bij de resultaten zo meer. En verder, zoals aangegeven, was er een periode zonder de voorbehandeling en met de voorbehandeling. Gelukkig had dit op de Cabo Plus installatie weinig effect. Nou, in deze grafiek zien wij alle resultaten die met de Cabo Plus pilot bedreven zijn of gehaald zijn. We zien op de x-as zien wij voor de x aangegeven de aantal keren verversen en na de x is aangegeven de actief kool in gram per kuub, dus de actief kool dosering. Wat zien we verder? Op de y-as, op de primaire y-as zien we het behaalde verwijderingsrendement. Op de secundaire y-as zien we het dagdebiet van de RBZ die hapert in kubus per dag. Want in deze grafiek zal ik al even vooruit lopen. Met de grijze punten is het dagdebiet van de RWZI in kubus per dag aangegeven. En de paarse lijn geeft de scheidslijn aan van 12.600 kub per dag. Als de scheidslijn vanaf daarboven begint, dus RWA-debiet. De grijze bolletjes, dat is het dagdebiet. En dan zien we toch her en der wat grijze bolletjes ook boven de RWA-lijn liggen. Want we hebben de monsters gewoon altijd genomen, onafhankelijk of het RWA of DWA was. Wat zien we verder nog in deze grafiek? Nou, met groen zijn alle verwijderingsrendementen weergegeven van de beste 7 uit de 11 gitstoffen. Met rood zijn alle 11 gitstoffen weergegeven en in blauw het verwijderingsrendement van alle 19. En om het dan wat makkelijker te maken, hebben we hier nog een lijn bij een verwijderingsrendement van 70% en een lijn bij een verwijderingsrendement van 80%. Nou, als we dan even al een beetje kijken, dan zien we dat met 30 gram per kuub dus hele hoge verwijderingsrendementen gehaald kunnen worden. En met 20 gram per kuub lig je ook nog boven de 80% met het verwijderingsrendement. Dan gaan we even verder. Zoals ik eerder al had aangehaald, wordt bij de Cabo Plus pilot dus de kool handmatig toegevoegd. En is er dan na verloop van tijd bij ons enige twijfel ontstaan of 2 keer verversen nou wel voldoende zou zijn of dat het toch vaker zou moeten zijn. Daarom ook het uitstapje terug naar de 15 gram per kuub in de dosering wat ik had laten zien. Zoals je ziet is er heel veel variatie in het verwijderingsrendement van alle individuele stoffen die hier opgenomen zijn. Ik heb aan de rechterkant even samengevat. Met 1 keer verversen was het rendement over alle 11 de gitstoffen ongeveer 58%. Met 2 keer verversen werd dit rendement over alle gitstoffen al 65%. En met 3 keer verversen werd het rendement over alle gitstoffen 67%. Onze conclusie was dus, de resultaten van 2 keer verversen zijn ook betrouwbaar, ook al is het wellicht weer een beetje een worst case benadering. Maar zoals we in dat hele grote overzichtsgrafiekje al zagen, en ook zojuist met de 15 gram, je haalde op alle 11 de gitstoffen, haalde je maar een verwijderingsrendement van 65 of wel 67%. Nou ja, daarmee voldoe je niet aan de eisen van het ministerie en ook niet aan de eisen van de tweede tranche van het IPMW-programma. Dat was namelijk 80% overal.
Dus er moest toch beduidend meer dan 15 gram per kuub gedoseerd worden. We hebben nog 18 gram per kuub gedoseerd. Dat leverde al een flinke verbetering op. Hiermee haalden we dan al een verwijderingsrendement van boven de 70%. Met 20 gram per kuub haalden we nageschakeld een verwijderingsrendement van ongeveer 81%. Procent. En met 30 gram per kuub kon dit verwijderingsrendement dan verder nog opgekrikt worden richting de 86% voor de beste 7 uit 11 gistoffen. Komt dus uit voor de KAP Plus zou je dus in dit geval 30 gram per kuub moeten doseren om aan de verwijderingsrendementseis te voldoen. Dan gaan we nu van de Kabel Plus naar de Dynacarbon installatie. Ook de Dynacarbon hebben we gebruik gemaakt van een gereactiveerd actief kooltype, de CycleCarb 401. Enige verschil met de CycleCarb 305 is eigenlijk dat deze wat grotere deeltjes heeft dan de CycleCarb 305, want dit is gewoon granuleer kool. De Dynacarbon is in november 2020 één keer opgestart met 720 kilogram actief kool. En is in maart 2021 na behandeling van 4300 kuub ongeveer weer stopgezet. Vanwege heel erg veel operationele hiccups en geen stabiele bedrijfsvoering. Toen meenden we wel alles onder controle te hebben. Dus toen heeft er een herstart plaatsgevonden op 1 april 2021. Wederom met 720 kilogram heel erg verse gereactiveerde kool. De Dynacarbon is eigenlijk ontworpen voor een verblijftijd van ongeveer 20 minuten. Met die 720 kilogram actief kool behaal je een bedvolume van 1,6 kuub. En de filtersnelheid bij de Dynacarbon is ongeveer 7 meter per uur. In tegenstelling tot de 15 meter per uur van de Kabel Plus installatie. Nou, hoe zag onze proefplanning hieruit? Nou ja, hij heeft dus in november tot en met maart heeft eigenlijk een eerste start-up plaatsgevonden. Daar zijn heel veel bedrijfstechnische hiccups opgeruimd. En dan is in april 2021 is de doorstart gemaakt. Maar daar was de verblijftijd dan 28 minuten, terwijl de installatie was ontworpen voor 20 minuten. En dit was ook nog, zoals jullie zo zullen zien, met heel veel fluctuaties in de verblijftijd. Vanaf juli 2021 hebben we de verblijfstijd even wat ingekort om sneller aan het gewenste aantal behandelde bedvolumes te komen. Dus toen zijn we naar 18 minuten gegaan. Dit hebben we dan in januari toch maar langzaam weer wat verhoogd naar 21 minuten. En uiteindelijk in maart zelfs nog naar 23 minuten. Om te zien wat het effect daarvan op het verwijderingsrendement is. Zoals jullie kunnen zien, tot en met juni is de Dynacarbon dus zonder filter bedreven. Nou ja, dat heeft tot, zoals de fluctuaties aangeven, tot de nodige hiccups geleid. En met het filter was het gewoon veel stabieler. Ook hier hebben we weer een overzichtplaatje van alle genomen monsters van de hele testperiode. Ja, we zien op de primaire x-y-as zien we het verwijderingsrendement en ook indirect de verblijftijd weergegeven. De verblijftijd is hier de donkerrode lijn. Nou ja, dan zien jullie ook dat tot en met ongeveer de 4000 bedvolumes, dit was dus in juni, nou ja, dat de verblijftijd alles behalve stabiel te noemen is. Daarna ging het echt veel beter verder. En hier aan het einde zie je nog de toename naar 21 minuten en hier dan de toename naar 23 minuten. Wat zien we verder in deze grafiek met de grijze bolletjes? Is weer het daggebied van de RWZI in kubus per dag aangegeven. Ook hier hebben we weer de paarse lijn om het RWA-debiet te kenmerken.
Ook bij deze pilotinstallatie zijn er wat monsters geweest die genomen zijn onder RWA-omstandigheden. En kun je hier ook mooi zien dat een monster voor RWA een hoog verwijderingsrendement heeft en na RWA ook weer, maar tijdens RWA dus echt niet. En verder zien we dus in groen het verwijderingsrendement voor de beste 7 uit 11 gitstoffen, in rood de beste 11, of alle 11 gewoon, en in blauw de 19. En we hebben weer de lijn bij 70% en de lijn bij 80%. En als we dan al schuin door onze oogharen heen kijken, dan zien we wel dat ja, ongeveer tot grofweg 15.000 bedvolumes het verwijderingsrendement voor de beste 7 uit 11 gitstoffen toch wel rond de 85% blijft. Dan kijken we iets verder. Nou, hier hebben we even een uitsplitsing van het verwijderingsrendement, inclusief de standaardafwijking trouwens, van 0 tot 14.942, dus ongeveer 15.000 behandelde bedvolumes. En als we dan kijken, dan zien we dat we hier wel ongeveer 6 à 7 stoffen met een verwijderingsrendement boven de 85% dan hebben uiteindelijk. Dus je zou 15.000 bedvolumes kunnen behandelen om aan de eisen van de tweede tranche van het IPMW-programma te voldoen. Ik had al aangeduid dat we de verblijfstijd uiteindelijk nog hebben verhoogd. Dus heb ik hier even de verwijderingsrendementen per gitstof voor de laatste 5 monsternames, of laatste 6, sorry, monsternames weergegeven. Dan zie je de eerste 4 monsternames. Die zijn met een verblijftijd van 21 minuten. En de laatste 2 zijn dan met een verblijftijd van 23 minuten genomen. En dan zie je niet bij alle stoffen, maar bij een stof als carbamazepine, diclofenac, gabapentine, hydrochlorothiazide, metoprolol, sotalol en ook de methylbenzotriazol, dan zie je toch dat er met het verhogen van de verblijftijd ook een duidelijke toename in verwijderingsrendement plaatsvindt. Voor de andere stoffen is dit niet zo duidelijk aanwezig. Maar het is toch wel interessant om te constateren dat de verblijftijd dus een heel belangrijk element is. Dus inderdaad, de verblijftijd heeft een duidelijk effect op het verwijderingsrendement. We hebben uiteraard ook, en volgens mij ben ik bijna aan mijn tijd. Ja, Alexandra, hartstikke mooi. Zou je anders naar de samenvatting willen gaan? Ja, nou ja, we hebben dus naar de ecotoxiciteit gekeken, maar daar komen we dan bij de conclusies op. We hebben inderdaad de samenvatting van de prestaties. De CO2-voetafdruk van de Cabo Plus is dus 96 tot 173. Dat is dus afhankelijk van hoeveel gereactiveerde kool je gebruikt. Je komt uit bij kosten van 15 cent per kuub. En verwijderingsrendement van de gitstoffen van 75 tot 80% overal. Voor de Dynacarbon komt een CO2-voetafdruk van 110 tot 187, 21 cent per kuub en ook 75 tot 80% overal verwijderingsrendement. En dan zijn dit eigenlijk alleen nog de conclusies. Beide pilots kunnen meer dan 85% nageschakeld van de Nederlandse micro's verwijderen. De ecotoxiciteit neemt bij beide af met 50%. Niet hier getoond, maar wel in het rapport. Ze verwijderen een kleine hoeveelheid PFAS, niet nader te benoemen. Ze verwijderen nageschakeld ook 85% van de Europese micro's, hebben geen problemen met kooluitspoeling. Maar de Cabo Plus pilot had wel een hoge dosering van 30 gram per kuub nodig om het gewenste rendement te halen. De Dynacarbon kon maar 15.000 bedvolumes behandelen met het gewenste resultaat. De Dynacarbon had ook een voorbehandeling van het effluent nodig om goed te kunnen werken. En de Cabo Plus pilot is in zijn opzet een worst case benadering. En dan hebben we het even heel snel tot een einde gebracht.
Alexandra, hartstikke bedankt voor je presentatie. Fijn dat je ons hebt meegenomen in het onderzoek. Dan wil ik meteen alvast de poll starten. Want we zijn heel erg benieuwd of jullie zelf een Upflow gakinstallatie zouden toepassen op een zuivering. Dus als het goed is, staat dat nu bij jullie rechts in beeld bij de chatvenster. En Mirabella, ondertussen zijn we erg benieuwd of je al vragen hebt binnengekregen. Ik wou zeggen Bernadette helaas nog niet, maar er komt er nu één binnen. Dus die lees ik dan ook maar meteen voor. Is het realistisch om bij een fullscale de verblijftijd constant te houden? Ik denk dat bij een fullscale dat je wellicht wel een leuke mogelijkheid hebt om met de verblijftijd te spelen, mits er in het ontwerp al aandacht aan geschonken wordt. Biedt kansen. Het biedt meer kansen dan dat jullie nu hadden in de pilot in ieder geval, waar je last van had. Oké. En Alexander, ik heb eigenlijk ook nog wel een vraag voor jou. Waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor het principe van upflow filtratie? Een beetje eigenwijze ingenieurs die dachten en hoopten met de upflow-gak enkele problemen van standaard-gak te kunnen omzeilen, zoals de voorkeurstromingen en minder geschikte contactmomenten tussen de kool en het water. Lijkt beperkt gelukt te zijn, maar ook niet helemaal. Ja, want je ziet eigenlijk dan bij de upflow gak hebben jullie ook wel een hele mooie korte contacttijd. Terwijl je bij de DynoCarb heb je eigenlijk alsnog wel een lange contacttijd. Ja, dus de Cabo Plus installatie die is veelbelovend. Maar ook de DynoCarb doet het op zich nog steeds beter dan een standaard gak. Maar we hadden er meer verwacht vooraf. Oké, dankjewel. Mirabelle, zijn er ondertussen nog een paar vragen binnengekomen? Nee, nog niet, maar de uitnodiging staat natuurlijk voor iedereen om de vragen te stellen. Ja, nou, dan gaan we ondertussen, zie ik dat de resultaten van de poll ook alweer binnen zijn. Nou, ik zie dat een groot gedeelte wel betrokken is bij de realisatie, maar nog niet weten of ze hiervoor zouden willen kiezen voor deze techniek. Dus de meerderheid gaat toch niet voor deze techniek. Dus is maar een kleine 10-15% die voor deze techniek zou gaan. Dus wie weet, nog later komen er nog meer positieve dingen uit als er eventueel verder onderzoek naar gedaan wordt. Dan gaan we eigenlijk naar de volgende presentatie. We gaan voor het volgende onderwerp, de BO3. En daarvoor is Arnoud de Wild van RADAV, die komt voor ons presenteren. Dus Arnoud, mag ik van jou het woord geven? Ja, dankjewel voor deze aankondiging. Beste luisteraar, beste kijker, ik ga u meenemen in de BO3-technologie. En dat wil ik graag starten met een klein stukje achtergrond, ontwikkeling van de technologie. Ik heb heel bewust ook het logo van de Wageningen Universiteit op deze slide toegevoegd. Want we zijn in 2016 met deze technologie begonnen in het lab van de vakgroep Milieutechnologie van de Wageningen Universiteit. Daar hebben de allereerste testen plaatsgevonden. Die hebben 2 jaar later geresulteerd in de zogenaamde proof of principle. Daar hebben we op academisch niveau laten zien, en dan kun je vertalen naar een labschaalsetting, dat de technologie werkt. En vervolgens is de technologie in vaart gekomen. We hebben met deze technologie een prestigieuze Nederlandse prijs gewonnen, de Jaap van de Graafprijs. En daarna zijn we een vervolg PhD-onderzoek gestart. En dat is een samenwerking geweest tussen de Wageningen Universiteit en Royal Haskoning DNV. Daar hebben we op labschaalniveau gedurende 4 jaar lang deze technologie onderzocht. En het mooie van de faciliteiten van Wageningen was dat daar een directe verbinding was met het effluent van de RWST Bennekom. Dus we konden op echt afvalwater konden we de testen doen. Nou, wat we daar hebben geleerd, wat eigenlijk Koen van Gijn hier op de foto zichtbaar ook heeft gedemonstreerd, is dat we een hele stabiele procesvoering kunnen voeren over een periode van 4 jaar. We hebben daar de insteek gehad van de technologie om ozon te verduurzamen. Dus we wisten dat het ozonproces, dat was anno 2016, een manier was om medicijnen te verwijderen. En toen hebben we gekeken, van, kan dat niet wat duurzamer? Want het is een energieintensief proces, daarmee ook een hoge kostenproces. Kan dat niet wat duurzamer? En toen zijn we gaan kijken of die DOC verwijderd zou kunnen worden, waar de ozon normaal op gebaseerd is.
En uiteindelijk zijn we tot een reductie gekomen van 50-75% van die ozon, van de ozonconsumptie. En niet geheel onbelangrijk, we hebben een focus altijd gehad op microverontreinigingen, maar we hebben ook gekeken naar de ecotoxiciteit. De vorige spreekster die noemde het ook al aan. De ecotox-testen zijn ondertussen standaard. Destijds hebben we die ook al gedaan en hebben we ook aangetoond dat de afloop van het proces niet meer toxisch is. Nou, dit was een succesvolle PhD en Koen van Gijn, inmiddels de dokter van Gijn, heeft zijn PhD dan ook verdedigd, succesvol in Wageningen afgelopen jaar. En werkt inmiddels bij Waterschap Rijn en IJssel. Een beetje inzoomend op de technologie. Wat hebben we dan in het lab van Wageningen onderzocht? Nou, we hebben de oploop van de BO3. En dat is typisch de afloop van een RVCT, het huidige effluent. Overigens kan deze technologie ook op industrieel afvalwater worden toegepast. En we zijn zelfs aan het verkennen hoe die in drinkwatertoepassingen van pas kan komen. Maar de focus vandaag ligt op het RVCT effluent. Wat zien we daar? Daar is DOC aanwezig. En DOC is voor sommigen van u misschien een nieuwe parameter. DOC staat voor Dissolved Organic Carbon. Dat zijn eigenlijk alle C-koolstofmoleculen die in het water aanwezig zijn en organisch zijn. Nou, dat betekent eigenlijk alle C'tjes die niet CO2 of carbonaat zijn. Je kunt hem ongeveer vertalen met een factor 3 à 4 naar CZV. Dus een 10 milligram per liter DOC is orde grootte 30, 35, soms 40 milligram per liter CZV. Nou, dat zit in dat water en daar gaat ozon mee reageren als je er ozon aan toevoegt. Die medicijnresten zijn ook in het water, maar zijn in een veel lagere concentratie, factor 1000 tot 10.000 lager. Daar wil je dat ozon eigenlijk mee reageert. En wat we nu geprobeerd hebben is om die DOC af te vangen, zodat de ozon effectiever met de medicijnresten kan reageren. Nou, daar zijn we uiteindelijk uitgekomen na 4 jaar onderzoek op het zogenaamde biologisch actief koolfiltratieproces, afgekort BAC-F. En in die BAC-F focusten we vooral op de beestjes, die hele grote ziet u hier, die dan DOC zouden afbreken. Nou, daar hebben we veel testen aan gedaan en uiteindelijk konden we aantonen dat die DOC tot een redelijk hoog percentage verwijderd kon worden. En passant, in die testen kwamen we er ook achter dat er andere beestjes gingen groeien. Een beetje aan de zijkant, die wat kleiner hier. En die braken de microverontreinigingen af. Dat was niet wat wij verwacht hadden, het was niet de insteek van het onderzoek. We hadden echt een focus op DOC-afbraak. Maar toen bleken er organismen te gaan groeien die dus ook medicijnresten afbreken. Nou, uiteindelijk is dat de B-stap van de BO3-technologie geworden. BO3 staat voor biologie en ozon. En dat is dus een focus op de verwijdering van organische stof, DOC, soms ook gemeten met een UV-sensor als UV254, en microverontreinigingen. Zodat we vervolgens een duurzame variant van een ozonreactor kunnen neerzetten, van een ozonbehandelingsstap, die veel minder DOC heeft, maar ook minder medicijnresten. En dus ook minder ozon nodig heeft. Nou, uiteindelijk kunnen in die laatste stap de biorecalcitrante medicijnresten worden afgebroken. Want ondanks dat er een aantal stofjes worden afgebroken in die bak F, worden niet alle stoffen afgebroken in de bak F. Dus een dubbele barrière, twee processen, zorgt voor een bredere selectie aan stoffen die je uiteindelijk verwijdert. En dat resulteert in een synergie, wederzijds. De ene kant op is denk ik duidelijk, heb ik net uitgelegd. De ozon heeft een voordeel bij minder DOC. De andere kant op is ook een synergie, want uit die ozon komt heel veel zuurstof. Er gaat een ozon-zuurstofgasmengsel in, wat voornamelijk zuurstof is. Dat komt er aan de bovenkant van het proces weer uit en die voeren we weer terug naar de bak F. En die biologie die daar groeit is ook een aerobe biologie en die gebruikt dus de zuurstof uit de ozon om op te groeien. Nou, in een aantal eerste berekeningen die we hebben gedaan is dat 80-100% van de zuurstofvraag in de bak F die zou uit de ozon kunnen komen. Dus is er geen tot nauwelijks externe zuurstof nodig in de bak F. Het mooie daaraan is uiteindelijk minder ozon en dat verlaagt significant de CO2-footprint en daarmee ook minder kosten. De afloop bevat dan nog steeds een beetje DOC, die is niet allemaal weg. Het is veel lager in concentratie van medicijnresten. En en passant, wat een mooie bijkomstigheid is, is dat zowel ammonium als nitriet, die in het effluent aanwezig zijn, worden omgezet tot nitraat. Het is een aeroproces, proces, dus er vindt nitrificatie plaats. Dus ook voor ammoniumpieken bijvoorbeeld, als er op een waterzuivering af en toe ammoniumpieken langskomen, zien we dat deze behoorlijk goed worden afgevlakt, meestal tot onder de meetgrenzen, en dat het water dus geloosd wordt zonder ammonium. Het principe hiervan is vastgelegd in de haalbaarheidsstudie, en dat was eigenlijk de eerste stap voor ons ook in het STOA-programma. We hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daar heeft de begeleidingscommissie groen licht op gegeven en toen zijn we doorgegaan naar een pilot. Nou, de pilot wil ik jullie vandaag meer over vertellen.
Die hebben we uitgevoerd op de RWC van Horstemeer afgelopen jaar. We zijn precies een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden begonnen. Toen hebben we een BAC-F-proces genomen, wel overwogen met de BC, met Cora, om daar een hele oude kool in te doen. We wouden een actief kool die niet meer actief is. Klinkt een beetje vreemd, maar we wouden een kool die volledig verzadigd is, waar geen absorptie meer plaatsvindt en die puur dient als dragermateriaal voor de biologie. Nou, die hebben we gevonden. Daarover de volgende slide meer. En met die kool hebben we bij een 2 kuub per uur debiet gedurende 7 maanden deze pilot setting bedreven. En daar hebben we vooral gefocust op de empty bed contact time, dat is de verblijftijd in de bak F, en dat bepaalt ook de grootte uiteindelijk van de reactor, en de specifieke ozondosering. Dat zijn de twee parameters waar je mee kan spelen. En dit alles hebben we gedaan op de RWC Horstemeer van Waternet. Hier ziet u hoe die actief kool eruit ziet. En die komt uit de Bodak-reactoren van de Nieuwwater Ultrapuur Waterfabriek in Emmen. En dat is dus een actief kool die al inmiddels 13 jaar daar in gebruik is. Dat zijn de granules, een granulair actief kool. En aan de rechterkant ziet u de reactor die we daarmee gevuld hebben. En hier ziet u een paar specifieke plaatjes hoe die reactor er voor vulling uitzag. En in het midden ziet u de zogenaamde nozzels. Dus dit is een nozzelvloer. Dat betekent dat daar een dopjes op zitten met een kleine spleet. Daar ligt zometeen de actief kool bovenop. En het water kan er doorheen, zowel van boven naar beneden als tijdens terugspoeling ook van onder naar boven. En de kool blijft dan hangen in het systeem. Heel erg vergelijkbaar met een traditioneel zandfilter. Dan hebben we ook af en toe ozontesten uitgevoerd. Die BAC-F-reactor die stond continu aan. De ozontesten hebben we periodiek gedaan. Daar hebben we een 48 uur buffertank voor voorzien. Daar vingen we een hele grote hoeveelheid water op, zo'n 30 kuub. Waardoor we in één dag heel veel verschillende ozontesten konden doen met hetzelfde water. Een voordeel in de nadere uitwerking van de resultaten. Omdat je dan één startwatertje hebt en daar al je experimenten mee doet. Nou, daarvoor hebben we een mobiele ozoninstallatie ter plekke gehad van de firma PureBlue. En die hebben met een diffuser systeem, een vrij traditioneel systeem, een ozoninstallatie voorzien waarmee we onze ozonexperimenten konden uitvoeren. Nou, dat heeft geresulteerd in de volgende resultaten. Ik presenteer een aantal verwijderingsgrafieken over medicijnen. En we beginnen met 7 van de 11 gitstoffen. Dat is binnen het IPNV het kader waarbinnen we de systemen vergelijken. Dus dat zijn de 7 beste van een selectie van 11 gitstoffen. Dan zien we aan de linkerkant zien we alleen de BO3-reactor, dus puur de pilot, oploop van de pilot tot afloop van de pilot. En aan de rechterkant ziet u de andere grafiek. Dat is een waterzuivering. En dat is de waterzuivering conform het STOA standaardmodel plus de BO3. En daarbij moet worden gezegd, dan zijn we uitgegaan van een 85% behandeling van het jaardebiet. Nou, wat we dan zien in de rechtergrafiek is de stippenlijn. En dat is de grens van 70% die bereikt moet worden voor deze techniek om te voldoen aan de STOA-criteria. En eigenlijk kunnen we daar zien, voor de oplettende luisteraar, kijker die dat al gezien heeft, dat alleen het blauwe balkje, dat is enkel de bak F, nog zonder een ozon, daaraan al voldoet. Met enkel de bak F komen we in de buurt van de 80% verwijdering voor 7 van de 11 gitstoffen. Daarnaast zien we ook dat als we een klein beetje ozon doseren, wij hebben hier doseringen van 0,1, 0,2 en 0,4, en met name die 0,1 en 0,2 zijn echt laag, dan zie je al dat je een verhoging krijgt van het rendement. En uiteindelijk ga je naar rendementen van orde grootte 90% toe. Die 90% is tevens het maximaal bereikbare debiet. Omdat je 85% van het jaardebiet behandelt, gaat er 15% langs. En kun je dus ook niet op 100% uitkomen. Dus we zitten echt aan bijna de max wat er verwijderd kan worden. Wederom, dit geldt voor 7 van de 11 gitstoffen. Het volgende plaatje laat zien dat als we naar een brede selectie gaan, dat zeker niet voor alle 11 gitstoffen geldt. Wat we hier zien zijn dus de 11 individuele gitstoffen. Wederom alleen de bak F en vervolgens de BO3 bij verschillende ozondoseringen. En dan ziet u dat er bijvoorbeeld voor carbamazepine, helemaal aan de linkerkant, de ene aan de linker component, zelfs een negatief rendement is over de bak F. Hoe komt dat nou? Nou, in ons lichaam scheiden wij in dit geval een carbamazepine molecuul, het is een anti-epilepticum, scheiden wij uit als een bepaald stofje wat misschien net iets anders is geworden dan carbamazepine. En zowel in het rioolstelsel, als ook in de RWCT, als ook in zo'n nabehandeling, als een bak F, kan zo'n stof soms weer om worden gezet in het originele product, dus carbamazepine zelf. Nou, dat is wat hier waarschijnlijk gebeurt.
Vervolgens zien we, als we een beetje ozon toevoegen, dat de verwijdering al heel erg snel toeneemt. En een beetje ozon, om het even in perspectief te plaatsen, de 0,1 gram ozon per gram DOC is echt heel erg laag. Want de grammen DOC zijn gerekend op de grammen DOC die uit de bak F komen. Dus niet de afloop van de RWZT, maar uit de bak F. Daar is dus al een bepaalde DOC-verwijdering overheen gegaan. Ter referentie, een ozon standalone systeem zit in de ordegrootte van 0,5 tot 0,7 gram ozon per gram DOC op een hogere DOC-concentratie. Dus dit is een klein beetje ozon, dat oranje balkje. En dat doet dus al een heleboel met bijvoorbeeld carbamazepine. Nou, deze grafiek laat ook zien, wat de volgende grafiek ook laat zien, is dat als je een breed spectrum stoffen wil verwijderen, dus bijvoorbeeld 11 van de 11, of in dit geval 19 van de 11, we hebben ook een analyse gedaan op 19 verschillende medicijnresten, dan is alleen die bak F echt onvoldoende. Aan de rechterkant zien we dus wat de RWZT plus de BO3 dan presteert. En dan blijf je hangen op een rendement van orde grootte 50%. Nou, hier komt de fundamentele discussie. Willen wij 7 van de 11 stofjes verwijderen, waarbij we weten dat er 4 misschien wel gewoon doorheen fietsen? Of zeggen we nee, we willen het milieu ontlasten en we willen eigenlijk een bredere selectie stoffen verwijderen? Niet voor niets het schilderspalet bovenin. We spreken vaak over een breed palet aan stoffen. De EU-wetgeving die eraan zit te komen, gaat ook selecteren op een net iets andere selectie stoffen dan de 7 van de 11. Dus mijn persoonlijke visie is dat we eigenlijk meer moeten focussen in de breedte van het palet dan enkel op 7 van de 11. En dan zie je dus eigenlijk dat een klein beetje ozon, kijk dan vooral bijvoorbeeld naar de paarse balkjes, een dosering van 0,2, het rendement al flink verhoogt. Dan krijg je echt hogere rendementen. Een onlosmakelijke vraag die hoort bij elke ozontechnologie is het vraagstuk bromaat. Dus wij hebben in deze studie uiteraard ook bromaat onderzocht. Daar moet je voor ook kijken naar bromide. Wat doet de bromideconcentratie in het water? Nou, die was in de testperiode dat wij bezig waren in de ordegrootte van 0,3 milligram bromide. Je ziet aan de linkerkant in de tabel, hij fluctueerde wel per testdag, maar ongeveer 0,3. Dat is een vrij gemiddelde concentratie. Het is niet laag te noemen, het is ook niet hoog te noemen. En bij deze gemiddelde concentratie zien we in de grafiek wat voor bromaatgetallen we hebben verkregen. Nou, dit is een grafiek, zoals we voor heel veel ozonprojecten dat zien. Een lage ozondosering en een lage bromidegehalte. Een lage ozondosering en een gemiddeld bromidegehalte resulteren in een lage bromaatgehalte. Aan de andere kant van het spectrum een hogere ozondosering. Hier zitten we op bijna 0,6. Bij een gemiddeld bromidegehalte resulteren in een hogere bromaatconcentratie. Wat wij voorzien met deze techniek, daar komen we zo op uit wat voor ontwerpen er zijn, is dat de ozondosering voor de meeste RWZT's in de range van 0,2 tot 0,3 zal vallen. En dan zien we dus dat we onder de 1 microgram per liter blijven. Waarom is die 1 microgram per liter belangrijk? Dat is de huidige oppervlaktewaterkwaliteitsnorm. Die geldt niet als RWZT-effluent eis, maar wel voor het ontvangend oppervlaktewater op het eerstvolgende KRW-meetpunt. Het hangt er per RWZT vanaf hoe de verdunning plaatsvindt, maar wij proberen eigenlijk om onder de 1 te blijven. Dan weet je zeker dat je nooit de 1 in het oppervlaktewater zult overschrijden. Nou, gelukkig zien wij dus dat met deze technologie, in de range waar wij hem voorzien, we onder die 1 microgram per liter kunnen blijven. We hebben ook naar nutriënten gekeken. Het is geen techniek die van tevoren is ingestoken om nutriënten te verwijderen. Dat is nooit de doelstelling geweest, maar we hebben ze wel gevolgd. En we zien dan ook, wat ik al eerder zei, dat er een volledige nitrificatie plaatsvindt. Zowel nitriet als ammonium worden volledig verwijderd. We zaten gemiddeld in de pilot op concentraties van ongeveer 1 milligram per liter aan ammonium en ongeveer 0,3 aan nitriet. En in de afloop waren ze vrijwel altijd onder meetbereik, dus volledig verwijderd. We zagen, dat vonden we leuk als bijvangst, dat er ook een klein beetje p-totaal verwijdering plaatsvindt. Ordegrootte 0,2 tot 0,12. Dat is waarschijnlijk een klein beetje PO4-opname door de biomassa die groeit in het systeem. En een stukje filtratiewerking. We filteren ook deeltjes eruit. Dus de P die gebonden is aan zwevende stof, onopgeloste bestanddelen, die wordt ook verwijderd. Omdat de vraag ook steeds meer is naar combinaties met de kaderrichtlijn water, nutriënten en stikstofdoelstellingen, hebben we ook nog een aanvullende test uitgevoerd. Op dezezelfde pilotinstallatie, daar was gelukkig een coagulantdoseringsvoorziening aanwezig.
daar hebben we aan het einde van de testperiode gezegd, nou, als we nou eens coagulant gaan doseren, vlak voor die bak F, dan dient die bak F, wat een filterbak uiteindelijk is, dient misschien als een soort van afscheidingstechnologie, analoog aan een zandfilter, om de metaalzoutvlokken te verwijderen. Dat hebben we onderzocht. We konden helaas niet in een hele lage doseerrange komen, dus we hebben een vrij grote overdosering gehad. Maar u ziet in de rechterkant in de figuur ook wat dat voor een effect heeft gehad. De periode zonder coagulant was er een lichte verwijdering. De oranje bolletjes waren de oploop van de pilot en de blauwe de afloop. En zodra we coagulant zijn gaan doseren, was die vrijwel altijd onder meetbereik. Oftewel, er was een vrijwel volledige p-totaal verwijdering. Dit proces is gewoon heel erg analoog, wat ik al zei, aan een zandfilter, aan het traditioneel chemisch verwijderen van P. We hebben in deze setting ook onderzocht of de verwijdering van microverontreiniging werd aangetast. En dat konden we gelukkig bevestigen dat dat niet het geval was. Dus de verwijdering van microverontreiniging had geen last van de additioneel toegevoegde metaalzout die we doseerden. En daarmee durf ik ook te zeggen, nou, mocht er een situatie zijn waar niet alleen maar micro's het vraagstuk is, maar ook P-verwijdering, dan zou dus aan deze configuratie kunnen worden gedacht. Wat wel een belangrijke parameter is die dan gaat veranderen, is de terugspoelsnelheid, terugspoelfrequentie, excuses. Zonder een metaalzoutdosering zaten we op een terugspoelfrequentie van 3 tot soms wel 7 dagen. Dan is het enkel eigenlijk de TSS-invang en een klein beetje biomassa-groei die bepaalt wanneer zo'n filter teruggespoeld moet worden. Gaan we naar metaalzoutdosering, dan gaan we ook naar de traditionele, voor ons bekendere terugspoelfrequenties van orde grootte 1 tot 2 keer per dag. Dus het is vaker aan het wassen en de waswaterproductie neemt dan ook aanzienlijk toe. Binnen het STOA-onderzoek na de pilottesten hebben we een tweetal ontwerpen gemaakt. Dit zijn indicatieve ontwerpen met indicatieve ontwerpgrondslagen, waarop we een CO2-footprint en een kostenberekening ook hebben gemaakt. Die zijn ook terug te vinden in de STOA-rapportage die zeer binnenkort op de STOA-website zal staan. En voor nu even de belangrijkste twee elementen zijn de empty bed contact time, wat ik al eerder zei, dat was de belangrijkste parameter voor de bak F om te sturen, en de specifieke ozondosering. Dan ziet u hier dus, we hebben twee ontwerpen. De ene noemen we 22 minuten en 0,2 gram ozon per gram DOC, dat is ontwerp 1. En ontwerp 2 is 30 minuten EBCT en 0,3. Dus hier ziet u ook weer die range van 0,2 tot 0,3 aan ozondosering terugkomen. Dat was die range die we voor de bromaatgrafiek ook aanhielden. En die 22 tot 30 minuten is de range die we ook getest hebben aan EBCT's binnen de pilot. Nou, dat lijkt een beetje dus de ontwerprange waar voor de Nederlandse praktijk deze technologie op gebaseerd gaat worden. Nou, als we dan kijken naar de duurzaamheid van deze ontwerpen, als we dus dit ontwerp vasthouden, dan zien we aan de linkerbovenkant een grafiek van ontwerp 2. En dan zien we hoe de BO3-technologie, de meeste rechterstaaf, zich verhoudt ten opzichte van de referentie. En een referentie is een RVCT zonder aanvullende nabehandelingsstap. Dus dat is puur alleen maar een huidige referentie, een huidige RVCT, van een schaalgrootte 100.000 IE. Als we op diezelfde referentie RVCT PAKAS toepassen, dan zien we het plaatje wat bij PAKAS hoort. Idem voor ozon plus een zandfilter, of GAC, of voor BO3. Dus de BO3 is een referentie van het huidige RVCT-systeem plus een BO3. En dan zien we in de rechteronder-tabel zien we er nog wat meer getalletjes. En daar staan ook ontwerp 1 en 2 naast elkaar. En daar is het vooral, denk ik, interessant om naar de derde regel te kijken, de CO2-footprint per kuub RVCT-debiet. En die zie je dus sterk verschillen per technologie. En ik denk dat we wel oprecht hier kunnen zeggen dat de missie die we in 2016 met de Wageningen Universiteit begonnen zijn om de ozontechnologie te verduurzamen ook geslaagd genoemd kan worden. Ozon plus zandfiltratie zit hier op een 90 gram CO2 per kuub. Zonder zandfiltratie zal dat nog iets afnemen naar orde grootte 75-80. En dan zien we dat met de BO3 we in de range zitten van 49 tot 56. Dus er is een significante verduurzaming van de technologie heeft plaatsgevonden. Als we dat dan ook nog vergelijken op kosten, dan krijgen we het volgende plaatje. En eigenlijk ook op verwijderingselement. Dit is de eindtabel waar alle technieken in worden vergeleken. En hier heb ik alleen maar even ozon- en zandfiltratie als referentietechnologie eruit gepikt. Want dat is de meest logische vergelijkingstechnologie. Dan zien we dus dat de CO2-footprint aanzienlijk lager is van BO3. En ik heb hier een range aangegeven die hoort bij ontwerp 1 en ontwerp 2. Dus het linkergetalletje is ontwerp 1, het rechtergetalletje is ontwerp 2. Vervolgens hebben we een kostenberekening gedaan.
En dan zien we ook dat we in dezelfde orde grootte uitkomen als ozon. Wat wel heel erg belangrijk is, dit is een kostenpeil wat hoort bij de periode 2017-2018. Dat is een niet actuele prijs. STOA werkt aan het actualiseren, dat wordt begin volgend jaar verwacht. Voor de vergelijking van technieken is het een hele goede prijs om te vergelijken. Voor actuele budgetteringsdoeleinden dient deze prijs niet meegenomen te worden. Wat we vervolgens zien is dat het rendement in dezelfde orde grootte als ozon is. Dus eigenlijk kunnen we in conclusie stellen, ten opzichte van ozon is het vooral een heel veel duurzamere variant. Op kosten en op rendement zit het in dezelfde orde grootte. Nou, als we dan de conclusies van het hele pilotonderzoek trekken, samenvatten, dan kunnen we stellen dat het een hoog verwijderingsrendement heeft van microverontreinigingen. Niet zozeer op 7 van de 11, daar doet het heel erg goed op, maar vooral ook op een breed palet stoffen. Dus als je in de breedte kijkt van welke stofjes kun je allemaal verwijderen, welke organische micro's zijn er en welke kun je eruit halen, dan zie je dat je met zo'n combinatietechnologie, wat BO3 is, een bak F plus een ozon, een heel stuk verder komt dan een individuele technologie. Het lage energieverbruik, dat zit hem vooral aan die verduurzaming van de ozonkant. Doordat we allemaal DOC aan de voorkant afvangen, kan de ozon op een veel lager pitje draaien en gaat je elektriciteitsverbruik enorm naar beneden. We komen nu uit in de orde grootte 0,05 tot 0,07 kilowattuur per kuub RWCT-debiet. Nou, wat ik al zei een paar keer, het is een hele duurzame technologie. En wat misschien wel het allerbelangrijkste is, dat heb ik misschien nog helemaal niet benoemd, bedenk ik me nu, is dat in de bak F, die is dus gevuld met granulair actief kool, daar wordt de actief kool nooit gereactiveerd, geregenereerd. Dus de kool zit erin en zit er eindeloos in. Je kunt het proces beginnen met een verse kool. Je zou eventueel ook met een reeds verzadigde kool kunnen beginnen, zoals we in de pilot ook hebben gedaan. Maar het concept is dat die kool, als die er eenmaal in zit, er niet uit wordt gehaald. We weten van full-scale installaties dat voor een periode van 15 tot 20 jaar die kool het prima houdt, misschien nog wel langer, en na die tijd op een gegeven moment vervangen moet worden omdat de kool zelf fysiek op is. De absorptiecapaciteit is na een half jaar al weg. Maar dat is ook prima voor dit proces. Het is puur een drager voor de microbiologie. En daarom is het zo'n duurzame technologie. Je hoeft niks eruit te halen en je hoeft maar een klein beetje ozon toe te voegen. Nou, dat klein beetje ozon toe te voegen, dat staat ook op het vierde bullet point, lage operationele kosten. Door die lage ozondosering is de OPEX gewoon laag. En orde grootte 30-40% lager in vergelijking met ozonisatie. En zeker voor Nederland, niet onbelangrijk, we hebben aan kunnen tonen dat de bromaatvorming beperkt blijft en onder de wettelijke norm voor oppervlaktewater is. In ieder geval voor de locatie Horstermeer. Zoals geldt voor elk ozonproject, zal je dat van locatie tot locatie moeten onderzoeken of het overal zo is. Want overal zijn de omstandigheden weer verschillend. Maar het gaat wel de goede richting op. We konden met deze testen duidelijk zien dat we het niet te grandioos overschrijden. Alle resultaten die ik nu heb verteld in een nutshell, in een notendop, staan ook op de STOA-website, of zeer binnenkort, ik begreep dat het volgende week ongeveer is, in het STOA-rapport 2023-48, daar kunt u dit nalezen. Zijn alle resultaten in en ook de hele beschrijving van de pilot-testen, hoe alles uitgevoerd is. Daarmee kom ik aan het einde van de presentatie. Wil ik u hartelijk bedanken voor uw aandacht en ook vragen, mocht er nog vragen zijn, stel ze nu in de chat, maar schroom ook niet om mijn collega Laura Piai en mijzelf, die aan de pilot gewerkt hebben, te benaderen persoonlijk. We staan open voor uw vragen. Graag gedaan. Arnoud, hartstikke bedankt voor je presentatie en leuk dat na de proof of principle waarbij je ooit bij de WUR bent begonnen, je nu nog steeds met deze techniek bezig bent. Dus nou wil ik eigenlijk ook aan de luisteraars thuis vragen voor de volgende polvraag. Zou je een BO3-zuivering willen toepassen op je zuivering? Dus, ondertussen gaan wij door naar de vragen. Mirabella, hebben we al wat vragen binnengekregen? Ja, we hebben zeker wat vragen voor Arnoud binnengekregen. En er komen nu nog meer binnen. In ieder geval, je hebt een aantal keren aangegeven dat het een hele duurzame technologie is. En er kwam al vrij snel een kritische vraag binnen dat je ozon in de toekomst waarschijnlijk met duurzame waterstof kan maken. Dus dan heb je plenty ozon. Kan je daarop reflecteren? Ja, ik denk dat je ozon kan zien als een elektriciteitsconsumerende technologie. En gelukkig zijn we in Nederland bezig, niet alleen in Nederland, met het verduurzamen van elektriciteit, waarvan we ook weten dat we daar nu absoluut nog niet zijn. En het verduurzamen is hartstikke goed,
Het neerzetten van een extra ozonstap betekent wel weer een elektraverbruiker erbij. Dat betekent dat er nog meer energie moet worden opgewekt. Dus helemaal mee eens, het verduurzamen zal zeker het ozonduurzaamheidsgetal verbeteren. Maar de komende paar jaren, en dan kijk ik even in mijn eigen glazen bol, zijn we daar nog zeker niet. En denk ik dat we nog jarenlang helaas vastzitten aan een flink aandeel grijze stroom. Ja, oké. Okay. Mooi antwoord, al zeg ik het zelf. Helemaal mee eens. Dan zijn er nog wat vragen over de biologie in de bak F. Je hebt in het begin aangegeven, dus ik stel ze maar even allebei tegelijk. Je hebt in het begin aangegeven dat je de zuurstof van de ozon, dat je die terugvoert. Mensen vragen zich af, maar komt er dan geen restozon mee en heb je daardoor dan geen negatief effect op je micro-organismen? En sowieso, als je dat filter zo lang laat bestaan, hè, standtijd eigenlijk oneindig, hoe beheers je de microbiologie dan? Twee hele goede vragen. De eerste, vrijwel elk ozonproces, ik denk eigenlijk elk ozonproces zou dat moeten hebben in ieder geval, is uitgevoerd met een restozonkatalysator. Dat betekent het off-gas wat eruit vrijkomt, gaat door een katalyseunit heen. En daar wordt voor gezorgd dat alle ozon die er nog was, vervalt in zuurstof. Dus die zuurstofstroom die uiteindelijk de bak F ingaat, is een pure zuurstofstroom. De tweede vraag over de beestjes. Kun jij hem nog een keertje... Hoe beheers je de microbiologie in zo'n filter wat zo'n lange standheid heeft? Oneindig eigenlijk. Juist. Wat wij zien, in termen van CZV, is de concentratie ingaand ongeveer 30 milligram per liter. Daar breken we een gedeelte van af, orde grootte 25% maximaal. Dat betekent dat er geen gigantische omzettingen plaatsvinden. En dat betekent ook dat er een hele lage biomassa groei is. Dus er groeit niet zoveel biomassa in. Vanuit de ammoniumomzetting komt er nog wat aan biomassa bij. En we zijn uiteindelijk in de praktijk uitgekomen op een terugspoelfrequentie van 3 tot 7 dagen. En die terugspoelfrequentie wordt grotendeels bepaald ook door de uitwas van biologie. Dus er gaat wat biologie in groeien. Zij het heel langzaam, maar die overtollige biomassa moet je dan wel af en toe uitspoelen. En die gaat weer terug naar je zuivering. Oké. Okay. Ja, en dan nog een detailvraag van iemand die heel goed op zit te letten bij de slide 13 over de fosfaatmetingen. Die zag dat ze op het eind toch weer omhoog gingen. Hoe kan dat? Ja, hele scherpe kijker. We hebben, volgens mij waren het 2 datapunten waar uiteindelijk de dosering niet helemaal was. De metaalzoutdosering wat het had moeten zijn. Dus daar zie je een niet volledige verwijdering inderdaad, omdat er wat weinig metaalzout in zat. Oké, okay. Duidelijk. Misschien hebben jullie ook nog vragen. Nou, ik heb op zich wel hartstikke mooie resultaten, Arnoud. En ik denk ook dat we ook met veel belangstelling dadelijk ook gaan kijken naar de analyse over alle technologieën. Van ook hoe deze technologie ook zich ten opzichte van anderen ook presteert. Want ik zie ook af en toe wel overeenkomsten met andere technologieën. En ik denk van, oh, hoe pakken die twee uit als je die naast elkaar zou zetten? Mijn vraag aan jou is van, oh, wat zie jij bij andere technologieën dat je denkt van, oh, die zouden wel competitief kunnen zijn met de BO3? Competitief zijn met? Nou, ik zou ook vooral overeenkomsten zoeken en aanvullingen en partnerschappen. Ja. Ja, ja. Ik denk, en dat is volgens mij voor de volgende webinar gepland, de BODAC-technologie. Ja, daar moest ik ook aan denken. Zeer overeen. Ja. Met de bak-F-technologie, zei het, via 2 volledig verschillende routes zijn we op hetzelfde punt eigenlijk uitgekomen. De een is een RO-voorbehandelingsstap, de andere is een Wageningen-onderzoek om ozon te verduurzamen. Maar we zijn op hetzelfde principe uitgekomen. En ik denk dat dat ook wat zegt. Er zit dus blijkbaar een kracht in een principe wat goed werkt. En daar zie ik vooral samenwerkingsmogelijkheden om daar iets van te maken. Met name als we ook zeggen van met de bak-F of met de BODAC kun je een rendement behalen, maar wil je verder, dan moet je er nog iets achteraan doen. En dan is de combinatie met ozon een hele logische. In de concurrentie, van hoe verhouden technologieën ten opzichte van elkaar zich? Vorige webinar heeft mijn collega Laura Piai de PAK-O3-technologie gepitcht. Dat was een combinatie van PAKAS en ozon. Met origineel een beetje dezelfde insteek, het verduurzamen van ozon. Daar zien we dat het verduurzamen van ozon is gelukt. Maar daar hebben we alsnog poederactief kool voor nodig. En dat hakt er wel flink in de duurzaamheid en ook in de kosten inmiddels. Ja. Dus daarvan zien we eigenlijk, dan denken we dat een BO3-combinatietechnologie een duurzamere is en waarschijnlijk ook een goedkopere dan bijvoorbeeld de PAKO3-combinatie. Ja, ik denk dat de analyse over het totale IPNV dadelijk echt nog wel, dat gaat echt wel het licht schijnen
op de verschillende technologieën. Maar ik vind sowieso de combinatietechnologieën, die hebben misschien al wel een klein streepje voor als het gaat over de verwijderingsrendementen die je kan behalen. Maar goed, dan loop ik misschien al een beetje vooruit op datgene wat volgend jaar in Q2 nog gaat komen. Dankjewel. En ondertussen zou ik weer terug willen gaan naar de poll van wat jullie allemaal hebben ingevuld. En ik zie dat ongeveer de helft van de aanwezigen, die geeft eigenlijk wel aan interesse te hebben of mogelijkheden te zien in de BO3-techniek op de zuivering. En dan iets minder dan de helft, die is niet bij de keuze betrokken of die weet het nog niet. Nou, dank jullie wel weer voor het invullen. En dat brengt ons meteen weer naar de volgende presentatie. We gaan naar de volgende techniek. En nu gaan we met de deksorptechniek, ook als adsorptie. En hiervoor gaat Jair Dan, ons van Witveen en Bos, gaat ons alles vertellen over dit onderzoek. Dankjewel. Welkom alle luisteraars bij dit webinar voor de presentatie van deksorp. Dat is een innovatieve adsorbens, dus een nieuw soort adsorbens wat we hebben getest op de AWST Lelystad van het Waterschap Zuiderzeeland voor de verwijdering van organische microverontreinigingen. En dat hebben we niet alleen gedaan. Jullie zien de partners bovenaan in de slide staan. Dus met Waterschap Zuiderzeeland, natuurlijk vanwege AWST Lelystad. We hebben dat met de productleverancier Suikerpure gedaan, Waterschap Hollandse Delta, Waternat en dat allemaal onder de vlag van STOA natuurlijk. Ik wil jullie vandaag wat meer vertellen over wat deksorp is, omdat het een nieuwe adsorbens is. Over de onderzoeksopzet van de pilot op AWST Lelystad, dus iets over het ontwerp van de pilot. Wat zijn de kennisvragen geweest? Dan gaan we natuurlijk hebben over de evaluatie van de pilotresultaten. En dan zoomen we specifiek in op microverontreinigingen, ook op PFAS als bijvangst, ecotoxiciteit. Maar ook operationele procesparameters zoals terugspoelregimes. Dan maken we een vertaling naar de praktijkschaal. Wat we hebben gedaan is, hoe kunnen we de resultaten van de pilot, hoe zouden we die vertalen naar een praktijkschaalinstallatie? En dan ook kijken naar de CO2-footprint van de techniek en de kosten. En dan als laatste hoofdstukje van deze presentatie, een doorkijk naar de toekomst. Met eigenlijk eerst een terugblik van wat hebben we geleerd uit de pilot en wat is nodig om de technologie verder te ontwikkelen in Nederland. Dus dan kunnen we nu beginnen met wat deksorp is. Nou, zoals gezegd is het een nieuwe adsorbens. Het is een adsorbens die gebaseerd is op cyclodextrines. Dat zijn oliesaccharieden en die worden geproduceerd uit een enzymatische omzetting vanuit mais. Dus zetmeel uit mais wordt uiteindelijk omgezet tot een adsorbens die kan worden gebruikt in waterbehandeling. Nou, die cyclodextrines die dus worden geproduceerd uit die zetmeel, die kunnen nog niet direct worden toegepast in waterbehandeling. Die moeten eerst worden gepolymeriseerd. Dus dan worden ze geschikt gemaakt om in een filter te gebruiken. En dan hebben we het product deksorp wat we ook in de pilot hebben gebruikt. Een leuke fun fact is dat deksorp wordt geproduceerd door Suikerpure. En dat is een spin-off van een Cornell Universiteit in Amerika. En die hebben inspiratie opgedaan uit de luchtverfrisse industrie. Want er zijn luchtverfrissers die geur maskeren en die geur adsorberen. En de luchtverfrissers die geur adsorberen gebruikten beta-cyclodextrines. En toen dachten ze, misschien kunnen we dat ook gebruiken in de waterbehandeling om microverontreinigingen te adsorberen. Nou, dan wil ik wat voordelen opnoemen van deksorp die het een veelbelovende adsorbens maken om te gebruiken in waterbehandeling, die we ook uitgezocht hebben in de haalbaarheidsstudie die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan het pilotonderzoek. Nou, één is, die heb ik net genoemd, is dat het een biobased adsorbens is. Dus de kernproduct is zetmeel uit mais. En dat is bijvoorbeeld in tegenstelling tot actief kool, wat een fossiel product is. Het biedt ook selectieve organische microverontreiniging, verwijdering, door, ik heb even de Engelse term gebruikt, size exclusivity. Nou, wat dat betekent zien jullie in het plaatje daaronder. De cyclodextrine bestaat uit cups, die allemaal een uniforme grootte hebben, uit mijn hoofd 0,76 nanometer. En doordat die een bepaalde
klein formaat hebben, hebben die dus geen fysieke ruimte voor grote organische moleculen. En kunnen ze alleen kleine organische moleculen, zoals dus microverontreinigingen, adsorberen. En dat zien jullie dus in dat plaatje, dus dat die OMP's, die organische microverontreinigingen, worden geadsorbeerd, maar grote organische moleculen, die hebben geen plaats aan de tafel, zeg maar. Een ander voordeel is dat de deksorb chemisch gereactiveerd kan worden. En dat lijkt eigenlijk een beetje op het regeneratieprincipe als bij ionenwisseling, waarbij je dus ook het filterbed regenereert met een chemicalie of een zout in het geval van ionenwisseling en in het geval van een alcohol bij deksorb. Dat plaats ik weer even in tegenstelling tot actief kool, wat bijvoorbeeld thermische reactivatie is. Daarbij verbrand je de kool, of reactiveer je het met hoge temperaturen. En deksorb kan je reactiveren door het te wassen met een alcohol. We hebben in de pilot ethanol gebruikt, maar methanol is ook een optie. En het laatste voordeel wat ik wil noemen van deksorb is dat het een snelle adsorptiekinetiek heeft. We hebben in de haalbaarheidsstudie, dus ook weer voorafgaand aan het pilotonderzoek, hebben we labonderzoek gedaan op een Nederlands afvalwater-effluent. En daar hebben we de adsorptie-equilibrium bekeken na een kwartier, een uur en 24 uur en 48 uur. En daar zie je dat het adsorptie-equilibrium al na 15 minuten wordt behaald en dat dus meer tijd geen effect heeft op de adsorptie. En dat vertaalt zich, als het goed is, in een pilotinstallatie, maar ook een praktijkschoolinstallatie, op een relatief, in vergelijking met andere adsorptietechnieken, korte contacttijd of empty bed contact time. Nou, zoals gezegd, hebben we het pilotonderzoek uitgevoerd op UVST Lelystad. Nou, daarvan zien jullie een plaatje boven in de slide. Helaas is de locatie van de pilot net niet zichtbaar, die is een beetje rechtsonder. En dat hebben we gedaan in samenwerking met Waterschap Zuiden-Zeeland, omdat het een van de hotspots, of een van de zuiveringen was die naar voren kwam uit de hotspot-analyse met betrekking tot de aanwezigheid van medicijnresten in het afvalwater-effluent. En daarnaast is ook PFAS aanwezig, of was ook PFAS aanwezig in het afvalwater-effluent van AWST Lelystad, wat een bijvangst is van deksorb als adsorbens. Nou, de doelstellingen van het pilotonderzoek was de ontwikkeling van de technologie, die dus relatief jong is, van labschaal in Nederland, op Nederlands afvalwater-effluent, dus van TRL-4, naar pilotschaal, dus een TRL van 6 ongeveer. De producent heeft in Amerika, dus de producent van deksorb, al meerdere pilots toegepast. Dus daar lag de TRL al hoger, maar dat was in een andere toepassing dan op communaal afvalwater. Dus dat is een belangrijk verschil wat we hier hebben getest in Nederland. En tijdens het onderzoek hebben we natuurlijk, tijdens het pilotonderzoek hebben we de organische microverontreinigingsprestatie geëvalueerd en ook de operationele procesparameters. Je ziet nog onderin de slides jullie een plaatje van het ontwikkeltraject. Nou, ik noemde al dat het een jonge adsorbens is. Het is gestart met een artikel in het tijdschrift Nature. Nou, toen is er literatuuronderzoek gedaan en zijn er ook stageonderzoek uitgevoerd in Nederland met de Technische Universiteit Delft. Nou, daarna is een haalbaarheidsstudie gedaan met daarin ook labonderzoek op echt communaal afvalwater-effluent. En na die haalbaarheidsstudie, die we ook onder de vlag van STOA natuurlijk hebben gedaan, heeft de begeleidingscommissie samen met ons besloten om door te gaan met een pilotonderzoek en daarvan presenteer ik nu de resultaten. Nou, ik ga nu wat vertellen over de onderzoeksopzet van het deksorb filter. We noemen het hier het deksfilter. Jullie zien rechts in de slides jullie bovenaan een plaatje van, van het pilotontwerp, dus het schematische ontwerp. En onderin zien jullie een 3D-print van hoe de pilotcontainer eruit heeft gezien. De deksfilter is in een lead-lag configuratie geïnstalleerd. Dat betekent dat het water eerst het lead-filter doorloopt en daarna het lag-filter. En dat komt omdat we twee verschillende types deksorb hebben toegepast. Dus het eerste filter is gevuld met deksorb plus. Dat is een positief geladen deksorb die negatief geladen organische microverontreinigingen afvangt. Dus waaronder medicijnresten natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld negatief geladen PFAS. En het tweede filter is gevuld met deksorb min of deksorb neutraal. En dat vangt positief geladen medicijnresten af en andere organische microverontreinigingen en neutraal geladen microverontreinigingen.
Voordat het water is gefilterd door de DEX-filters, hebben we nog een voorfilter geïnstalleerd. Dat hadden we aan de start van de pilot nog niet, maar dan sloeg het filter te snel dicht. Dus hebben we de voorfiltratie uitgebreid met een automatisch zelfreinigend filter van 50 micron. En dan met een set kaarsenfilters van 25 micron naar 10 micron. En het doel daarvan was om zo min mogelijk de massa-overdrachtzone in het adsorptiebed, dus het adsorptieproces, te verstoren in deze pilot. Nou, bij een adsorptieproces is de empty bed contact time ook een hele belangrijke ontwerpparameter natuurlijk. Die is in ons ontwerp 5 plus 5 minuten geweest. Dus 5 minuten per ketel, wat 10 minuten in totaal is. En we hebben een filtratiesnelheid van ongeveer 10 meter per uur aangehouden, wat redelijk standaard is voor de meeste medium filtratietechnieken. Nou, dan gaan we nu door naar de evaluatie van de pilotresultaten. We hebben een aantal kennisvragen beantwoord. Nou, de voornaamste kennisvraag is: wat is de looptijd van het DEX-filter totdat de gitstoffenverwijdering onder de 70% daalt voor de 7 van de 11 best verwijderde gitstoffen? Dat is natuurlijk het primaire doel van de adsorbents en het pilotonderzoek geweest om dat te onderzoeken. We hebben ook nog gekeken naar de ecotoxiciteitafname in het DEX-filterfiltraat. En dan hebben we ook gekeken naar de CO2-footprint van het DEX-filter op basis van de operationele procesparameters en de behandelingskosten op praktijkschaal. Ik heb die blauw gekleurd omdat ik die ga beantwoorden in het volgende hoofdstukje met de vertaling naar praktijkschaal. Dus dit hoofdstuk zoomt in op die gitstoffenverwijdering en op de afname van de ecotoxiciteit. Nou, kennisvraag 1, wat is de looptijd van het DEX-filter? Jullie zien hier een plaatje van de gitstoffenverwijdering met op de y-as aan de linkerkant percentage verwijdering en op de x-as een hele reeks gitstoffen, de 19 monitoringstoffen. En wat ik met het plaatje wil laten zien is dat het DEX-filter in het begin van het pilotonderzoek een hele goede verwijdering behaalde van gitstoffen of monitoringstoffen. En dat bleef zo doorgaan tot ongeveer 4000 bedvolumes. Wat we na die 4000 bedvolumes hebben gezien, is dat de verwijdering van organische microverontreinigingen afnam. En voor sommige stoffen best drastisch. Nou, toen hebben we gekeken, wat kan ten grondslag liggen aan die plotselinge afname van organische microverontreinigingen. Want dat was echt een trendbreuk. En die 4000 bedvolumes viel in tijd ook samen met operationele uitdagingen die we hebben gehad in de pilot. Met name met terugspoelingen. Dus dat we zagen dat de drukval van het eerste filter sterk opliep en dat we dat niet goed hersteld kregen. Nou, als we dan inzoomen op de prestatie voor de verwijdering van organische microverontreinigingen per filter, hè, dus per dat lead filter en lag filter, dan viel iets op en dat is hier weergegeven in deze grafiek. En dat is namelijk dat met name de prestatie van het eerste filter, van het lead filter, afneemt. En dat zien jullie op de y-as, zien jullie de verwijdering, percentage verwijdering van organische microverontreinigingen. En dan op de x-as zien jullie eerst twee balken met de verwijdering voor 4000 bedvolumes. En dan met in het oranje kolom 1 en in het blauw kolom 2. En dan rechts daarvan zien jullie twee balken voor na die 4000 bedvolumes. En als we kijken naar het tweede balkje, zien we daar dat kolom 1, dus die oranje balk, heel hoog is. Dus dat die goed de negatief geladen microverontreinigingen verwijdert. Dat verwachten we ook van het positief geladen DEX-sorp in die eerste kolom. Maar dat na 4 mei drastisch afneemt, als de laatste balk. Dan wordt die oranje balk wordt in één keer een stuk kleiner. Wat betekent dat die eerste kolom dus een stuk minder negatief geladen microverontreinigingen verwijderd. Terwijl als je kijkt naar de blauwe balk van de eerste balk en van de derde balk, dan blijft die prestatie van de tweede kolom ongeveer gelijk. Dus we hebben ingezoomd op de eerste filter. Nou, wat we vermoeden was dat de empty bed contact time niet werd gehaald en dat er kanaalvorming was opgetreden. Dat hebben we getest door het doen van zouttesten, van verblijftijdstesten. En daarvan zien jullie de resultaten hier. Wat we zien hier is eigenlijk het stromingsprofiel van de filters, van het zout door de filters heen.
En de gestippelde lijn is het ontwerp empty bed contact time. En wat je verwacht als je zout toevoegt, is dat pas bij die stippellijn het zout ook door het filter doorkomt. Dus dat het netjes die 5 minuten ongeveer erover doet om door het filter te komen. En wat blijkt uit die test is dat het zout eigenlijk al na 2,5 minuut doorkomt. Dus dat je kortsluitstroming in het filter hebt. En we zagen ook dat dit effect meer benadrukt was of sterker was voor de eerste kolom dan voor de tweede kolom. De zouttestresultaten van de tweede kolom zijn namelijk die grijze lijn. En die laat al een stuk betere plukflow benadering zien in de kolom. Dus dit was echt een sterke indicatie van kortsluitstroming en ook een heel diffuus stromingsprofiel door het filter heen. Nou, wat zijn de mogelijke oorzaken van die kortsluitstroming die we hebben onderzocht? Eén is verkleving van het filterbed door biomassa in de periode dat het voorfilter nog niet was uitgebreid. Dus er trad compactie op van het filterbed, dat zag je bij het uitspoelen. Een andere reden is dat de terugspoeling ineffectief was om het filterbed op te breken, bleek achteraf, en dat lucht echt nodig is. En we moesten een te lage spoelsnelheid hanteren, omdat we ook uitspoeling hadden van fijne deksorb. We hebben zeeftesten gedaan. We zagen dat de korrelgrootteverdeling van het deksorb in de eerste kolom groot was. Deze zijn nog in het lab geproduceerd, in tegenstelling tot in een fabriek. Wat betekent dat bij de terugspoelsnelheid die je nodig hebt om zeg maar, de zwaardere deeltjes op te breken, al de kleine deeltjes uitspoelen. Nou, dit is een slide voor de verwijdering van PFAS door het deksfilter. Daarbij zien we goede resultaten, maar ook dat de verwijdering van anionische, dus het merendeel van de PFAS, afneemt in het begin in lijn met de gitstoffen. En dat overal nog veel PFAS wordt verwijderd, komt omdat een groot aandeel van de PFAS een zwitterion PFAS was. Dus die zich neutraal gedraagt en door de tweede kolom was afgevangen. Dan naar de tweede kennisvraag. Dat gaat over de ecotoxiciteit van het deksfilter. Daarvoor hebben we 1 test gedaan. En dan zien we goede resultaten. Dus de algemene afname van ecotoxiciteit is 70%. Met name de ERA-Calux-test was goed. Dus dat is voor oestrogene stoffen in het water. En ook de PAH-Calux-test gaf goede resultaten. PXR-Calux. Nou, als we dan een vertaling maken naar de praktijkschaal, dat gaat over die CO2-footprint en de behandelingskosten op praktijkschaal. Dan hebben we geconstateerd dat we eerst verbeteringen nodig hebben in het filterkolomontwerp. Dus niet in de adsorbent cells, maar in de adsorptiecondities van het filter. Namelijk, dat is 1, borging van een goede plukflow door een goed filterontwerp. In een volgende pilot zouden we om te beginnen de diameter bijvoorbeeld een stuk groter maken. Zodat het zout of zeg maar het water ook de juiste EBCT heeft. Nou, een effectief terugspoelregime door water met lucht te combineren en ook preventief wekelijks terug te spoelen. En de inzet van industrieel geproduceerde deksorb met een goede korrelgrootteverdeling, zodat je niet fijne deksorbkorrels uitspoelt. Die 4000 bedvolumes die we hebben onderzocht in het pilotonderzoek zijn geen realistische looptijd om in te zetten op praktijkschaal. En we verwachten ook dat dat sterk kan verbeteren na die optimalisaties in het filterontwerp. Dus we hebben voor de vertaling naar de praktijkschaal een paar scenario's gedefinieerd om die kosten en die CO2 door te rekenen. Ik moet dus benadrukken dat die niet zijn bevestigd in het pilotonderzoek, maar dat we die nog willen valideren in een volgend pilotonderzoek. Nou, scenario 1 is een looptijd van 20.000 bedvolumes of ongeveer 6 maanden looptijd. En dat is het reële scenario. En het optimistische scenario is scenario 2. Dat is 40.000 bedvolumes of ongeveer 12 maanden looptijd. Nou, dan zien we in dit plaatje de CO2-footprint van het deksfilter. Met op de y-as ton CO2 uitgestoten per jaar. En op de x-as de referentietechnologieën en de deksfiltertechnologieën op de laatste 2 balkjes. We hebben daar dus ook een onderscheid gemaakt tussen 20.000 bedvolumes en 40.000 bedvolumes looptijd. En daarin zien we dat het deksfilter competitief en in het bereik scoort van PAKAS en ozon plus zandfiltratie. En beter scoort dan GAC-filtratie alleen. Voor de behandelingskosten hebben we eenzelfde methodiek gebruikt, waarbij we dus de behandelingskosten voor de scenario's 20.000 bedvolumes en 40.000 bedvolumes hebben gebruikt.
Maar we hebben nog een extra variabele geïntroduceerd, omdat Dexhorp nog niet commercieel op grote schaal beschikbaar is, zeker niet in Europa. En we dus ook geen retailprijs of bulkprijs beschikbaar hadden. En daarom hebben we voor 3 verschillende bulkprijzen de kosten doorgerekend, namelijk voor 5 euro per kilo, 10 euro per kilo Dexhorp en 15 euro per kilo Dexhorp. Jullie zien hier op de linkeras de kosten in euro per kuub. En dan beneden op de x-as zien jullie dus de uitkomsten voor 20.000 en 40.000 bedvolumes per verschillende bulkprijs. En dan zie je dat de kosten schommelen tussen de 11 cent per kuub behandeld en de 30 cent per kuub behandeld. Waarbij 14 en 15 cent per kuub of 20 cent per kuub bij 10 euro per kilo, dat competitieve prijzen zijn in vergelijking met de referentietechnologieën. Nou, samengevat zijn dit de presentaties, dus de samenvattingstabel voor de CO2-footprint, de kosten en het verwijderingsrendement gitstoffen over de gehele zuivering, dus inclusief de hoofdwaterlijn, zeg maar de actieve sliplijn, en de nageschakelde techniek. En dan is de CO2-footprint van het Dexfilter in gram CO2 per kuub varieert dus tussen de 98 en de 176 gram CO2 per kuub, afhankelijk van het scenario, dus die 20 of 40.000 bedvolumes. Wat competitief en vergelijkbaar scoort met ozon plus zandfiltratie en beter dan GAC. Nou, die kosten hebben nog een best grote range vanwege die onzekerheid in de bulkprijs en in de looptijd van het filter. Nou, dus die schommelen tussen de 0,11 en de 30 cent per kuub behandeld. En dat is dus waarschijnlijk beter dan GAC en in dezelfde orde grootte als ozon plus zandfiltratie. En het algemene rendement over de gehele zuivering is dan 70 tot 80%. En dan maken we een doorkijk naar de toekomst. Wat zijn nou de belangrijkste leerpunten uit het pilotonderzoek? Nou, dat is dat het Dexfilter veelbelovende resultaten toont voor de verwijdering van organische microverontreinigingen op of uit afvalwater effluent in Nederland. Met de focus op de monitoringstoffen, maar met ook zeer zorgwekkende stoffen PFAS als bijvangst. Maar dat er verbeteringen in het filterontwerp nodig zijn om een goed stromingsprofiel te creëren en goede adsorptiecondities te creëren voor Dexhorp. En als die verbeteringen succesvol worden doorgevoerd, moet een looptijd van 20.000 bedvolumes haalbaar zijn. En als die verbeteringen ook gevalideerd kunnen worden in een volgend pilotonderzoek, dan zijn ook de kosten en de CO2-footprint van de technologie competitief met de referentietechnologieën. Nou, als we kijken naar de inpassing in de Nederlandse zuiveringspraktijk, dan zien we dat het een geschikte technologie is om gitstoffen, medicijnresten te verwijderen. Maar ook zeker een belangrijke rol kan spelen in zuiveringen waar bijvoorbeeld ook de PFAS-verwijdering als bijvangst een groot voordeel kan zijn. Nou, zoals ik net al had aangegeven, willen we een volgend pilotonderzoek doen om die verbeteringen in het filterontwerp te bewijzen, te valideren en te testen. Dat is de eerstvolgende stap. En zodra dat is gebeurd, nou, dan is de TRL wel weer iets hoger dan 6. Dan kan door worden geschaald naar praktijkschaalinstallaties. En op het moment hebben we al een volgende pilot in het oog in het westen van Nederland. Voor de tweede helft van 2024. Dan wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Ja, Ier, hartstikke bedankt voor je presentatie. En ik kan bevestigen dat ik het een leuk pilotonderzoek vond met af en toe een flinke puzzel. Dus ik wil eigenlijk ook meteen de volgende poll weer inzetten. En we zijn heel erg benieuwd of jullie vinden dat Dexhorp een veelbelovende technologie is die we zeker verder moeten gaan testen. Als het goed is, komt die bij jullie in beeld in het chatscherm. En Mirabelle, hebben we ook ondertussen al vragen van de kijkers gekregen? Ja, zeker hebben we een aantal vragen voor Jair. Er zijn wat vragen over de regeneratie, die heb je in het begin genoemd. Ja. Maar werd volgens mij niet veel verder toegelicht in het pilotonderzoek. Dus er zijn een aantal vragen over van hoe doe je het dan? Methanol, dat is toch giftig, waar gaat het naartoe? En kan je het wel regenereren? Maar wellicht ben je daar niet aan toegekomen, denk ik, in het pilotonderzoek. Of... Jawel, nou, ik ben blij dat die vraag is gekomen. Ja, okay. Want dat was een kennisvraag in het pilotonderzoek. En die is ook die hebben we ook onderzocht en is toegelicht in het rapport wat binnenkort wordt gepubliceerd. Wat helaas het geval was, is dat we door operationele
uitdagingen niet de volledige onderzoek naar de regeneratie hebben kunnen doen. We kregen niet alle ethanol door het filter gepompt in de tijd die we hadden. Dus dat is eigenlijk een onvolledig onderzoek geweest uiteindelijk. Maar wat we wel zien, nou hoe het gebeurt, zal ik ook nog antwoord op geven. We doen het met ethanol, dat is al een stuk minder gevaarlijk dan methanol. Ja, en dat pomp je tegenstrooms door het filterbed heen en dan in meerdere rondes. En daardoor desorbeer je de gitstoffen. In de praktijk wordt dat een model à la GAC, waarbij je een centrale regeneratieinstallatie krijgt in het land of in de Benelux, waar Dexorb dus uit een filter wordt gepompt op een waterzuivering en daarheen wordt getransporteerd, wordt geregenereerd en wordt teruggebracht. Zodat niet de hele installatie ATEX hoeft te worden gebouwd. Dan terug naar die resultaten van het onderzoek wat we in de pilot nog hebben gedaan, die onvolledig was. Nou, in die onvolledige regeneratie hebben we gezien dat in ieder geval een deel van die medicijnresten al snel desorbeert. We hebben het lerkfilter geregenereerd, dus dat was de neutraal geladen Dexorb. Nou, de neutraal geladen gitstoffen die zijn verwijderd, die desorbeerden snel. Maar de positief geladen gitstoffen, die waarschijnlijk dus ook een sterkere verbinding hebben, die desorbeerden nog niet helemaal. Maar nogmaals, het was een onvolledig onderzoek helaas. We hebben een vijfde van de regeneratie vloeistoffen doorheen laten kunnen pompen. Dus daar is meer onderzoek naar nodig. Oké. Ja. En stel dat dat wel lukt, hè. Je hebt het over een centrale locatie, maar die concentraatstroom moet dan wel ergens behandeld worden. Hoe zie je dat? Klopt. Dat is een, dan heb je dus al de gitstoffen enorm opgeconcentreerd en daar is dan een alternatieve destructieroute voor ontwikkeld. En dat komt eigenlijk uit PFAS, om PFAS te vernietigen. Die kan waarschijnlijk ook worden gebruikt voor de vernietiging van gitstoffen. En nou, wat die destructieroute inhoudt, is dat het regeneraat, dus dat ethanol met organische microverontreinigingen, wordt eerst ingedikt met een membraanfiltratiestap en dan verdampt tot een vaste stof. En dan kan in een planetaire kogelmolen, planetary ballmill, kunnen de gitstoffen worden afgebroken. Oké, dus ja. Het wordt in ieder geval niet retour op een zuivering gestuurd. Het wordt niet retour op een zuivering gestuurd, dat klopt inderdaad. Een mooie oplossing die wellicht in het verschiet ligt. Ja. Dan waren er nog wat vragen van, omdat je het over negatief-positieve stoffen hebt, worden er geen anorganische stoffen geadsorbeerd, zoals zware methanen of andere geladen deeltjes? Ja, nee, dat hebben we niet gemeten in de pilot, we hebben de metingen niet uitgevoerd, maar we hebben ook bijvoorbeeld op grondwaterpilot met Dexorb gedaan en daar zien we geen adsorptie van metalen. Wel ontmanganing door biologische activiteit op den duur, maar geen adsorptie. Oké. Ja. En dan nog één vraag die wellicht ook moeilijk te beantwoorden is, maar kunnen we Dexorb niet in Nederland maken? Dat zou kunnen. Het is nu een combinatie van een fabriek in Duitsland en in China die het maakt. Volgens mij zit in Leiden genoeg kennis van mensen. Om dat te doen. Dus okay. Ik denk het wel. Okay. Ja. Dat waren de vragen, Bernadette. Nou, dank jullie wel. Dan gaan we naar de pollresultaten. En ik zie dat 45% van de kijkers die ziet wel mogelijkheden in om inderdaad verder te kijken of verder te testen met Dexorb. Maar dat ook 30% liever gaat voor een andere technologie en dan ongeveer 25% die het niet weet of er niet bij betrokken is. Dank jullie wel weer voor het invullen van de poll. Daar zijn we toe aan de laatste inhoudelijke presentatie van vandaag. Dan gaat Joost van den Bulk van Touw, die gaat ons al meenemen zeg maar, in het onderzoek, of eigenlijk de verkenning naar natuurlijke systemen om microverontreinigingen te verwijderen. Joost, welkom. Dankjewel voor de introductie. Ja, natuurlijke systemen voor de verwijdering van microverontreinigingen. We hebben dit onderzoek uitgevoerd samen met de Reuhaskoning DAV, met de Sweco, de LIEF en de Wageningen Universiteit. Dat is een onderzoek geweest wat we in 2022 afgerond hebben. Er is ook al een STOA-rapport van verschenen.
nummer 2022 nummer 42. Dat is een onderzoek geweest wat best wel een brede, ja, eigenlijk best wel een brede basis heeft gehad. Want wat zijn natuurlijk systemen eigenlijk precies? Nou, ik heb hier wat plaatjes opgenomen om een impressie te geven. Maar als je het, in principe elk watersysteem, of je nou de sloot naast je huis hebt of een groot oppervlaktewater, daar leven micro-organismen in, er groeien planten in, er straalt UV-licht in en alles bij elkaar draagt dat bij aan het schoner worden van dat water, dus aan zuivering. En systemen die we hier, of die ik hier laat zien, dat zijn allemaal systemen die in het binnenland, in Nederland of in Europa en andere landen, gerealiseerd zijn op het effluent van RWST's. En die ook al jarenlang draaien, dus er is gewoon veel ervaring mee. En in het verleden voornamelijk voor het verwijderen van nutriënten of voor waterbuffering. En aanleiding van dit onderzoek was eigenlijk om... kwam eigenlijk op basis van literatuur die we in de loop der jaren tegenkwamen. Waar toch wel veelbelovende rendementen gehaald leken te worden op heel veel verschillende microverontreinigingen. Dit is zomaar een voorbeeldje van een systeem in Amerika die bijvoorbeeld in hoge mate in staat is om bijvoorbeeld trimetoprim en atenolol te verwijderen. En die informatie bij elkaar gaf ons toch wel het idee van, ja, dit is gewoon echt het onderzoek waard om te kijken van wat kunnen die systemen nou. Dat even als aanleiding. Daar hebben we een onderzoeksvoorstel voor ingediend, met alle partijen samen. Met als doel te kijken van wat kunnen natuurlijke zuiveringssystemen nou in het verwijderen van microverontreinigingen op RWST-effluent. En een belangrijk voordeel wat wij zagen is vooral een duurzaamheidsvoordeel. Dit soort systemen verbruiken niet veel energie, niet veel grondstoffen. Dus potentieel kan je er op een veel duurzamere manier water mee zuiveren of microverontreinigingen mee verwijderen. Automatisch is het ook een combinatie van verwijderingsprincipes, omdat je naast biologische afbraak heb je ook de instraling van UV-licht, je hebt de opname door planten. Dus dat biedt de mogelijkheid om een breed palet aan stoffen te verwijderen, omdat je verschillende principes hebt. En we hebben veelbelovende resultaten gezien uit eerdere onderzoeken. Maar de doorvertaling naar echt RWST-schaal, van wat zijn nou de prestaties op RWST-effluent, hoe groot moet zo'n systeem worden, hoe moet het eruit zien, hoe kan je het optimaal ontwerpen, die informatie hadden we nog niet. Dus dat in een notendop als aanleiding. Uiteindelijk hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij we een hele grote hoeveelheid nationale, internationale literatuur op een rij hebben gezet, zowel wetenschappelijk als meetgegevens. In totaal wel honderden studies, waarbij we in hoofdzaak gekeken hebben naar de verwijdering van microverontreinigingen, maar ook naar de verwijdering van nutriënten, NNP, de reductie van ecotoxiciteit, maar bijvoorbeeld ook de verwijdering van pathogenen en zware metalen. Dat hebben we allemaal meegenomen. Om uiteindelijk een doorvertaling te kunnen maken naar wat zijn nou de dominante verwijderingsmechanismes in die verschillende systemen. En hoe kan je daar een optimaal ontwerp van maken voor Open RWST. Hier aan de rechterkant is nog een plaatje om het geheel wat te illustreren van welke verwijderingsprincipes spelen nou eigenlijk mee in een natuurlijk systeem. Nou, dat is bijvoorbeeld de instraling van UV-licht vanuit de zon, maar ook adsorptie in de bodem, opname door planten, biologische afbraak. En daar wilden we meer gevoel bij krijgen van hoe kunnen die nou optimaal bijdragen. Dat hebben we vertaald in onderzoeksvragen, een vijftal, waarbij we in eerste instantie dus dat inzicht willen krijgen in welke werkingsprincipes spelen ermee, in welke mate is de verwijdering van die microverontreinigingen nou afhankelijk van bijvoorbeeld UV-lichtinstraling, van wel of niet periodiek bevloeien, adsorbentia, welke rol kunnen die spelen? En aan de hand van die informatie hebben we
Hebben we ook gekeken van in hoeverre verwachten wij dat zo'n systeem ook voor een langere tijd een goed rendement blijft geven. Dus hoe, als je bijvoorbeeld een filter vult met adsorptiemateriaal, in welke mate verwachten wij dat dat adsorptiemateriaal niet verzadigd raakt en nog steeds een hoog rendement blijft halen over de tijd. We hebben de plussen en de minnen van de verschillende systemen naast elkaar gezet. Uiteindelijk hebben we bepaald hoe die technieken scoren op CO2-footprint, op kosten en op verwijderingsrendement van gitstoffen. We hebben ze ook naast referentietechnieken proberen te zetten, ook al is het een heel andere uitvoeringsvorm. En we hebben kennishiaten op een rij gezet. Allereerst iets over de hoofdvarianten die we vergeleken hebben. We komen eigenlijk neer op een vijftal systemen. Een horizontaal doorstroomd systeem, de subsurface, dus onder het oppervlak, het water stroomt daar horizontaal doorheen. Een verticaal doorstroomd systeem, wat batchgewijs bedreven wordt. Even kijken of ik het kan laten zien. Ja, verticaal systeem. Dan een horizontaal belucht systeem, waarbij op de bodem beluchtingsleidingen liggen, waar het water ook horizontaal doorheen stroomt en waar je een ander bedmateriaal hebt. Dan een open watersysteem, daar zijn heel veel verschillende uitvoeringsvormen van. Ondiep vaak, of ondiep en diep gecombineerd en vaak ook gecompartimenteerd. En dan een systeem wat gevuld is met niet-fossiele adsorbentia, waarbij je eigenlijk een adsorptie en een helofietfilter combineert. En we hebben bij die verschillende systemen ook gekeken naar hoe kunnen die geoptimaliseerd worden door bijvoorbeeld de toepassing van schimmels, ook wel het EcoForms concept genoemd, waarbij je microverontreinigingen door middel van enzymen die uitgescheiden worden door die schimmels extra kan afbreken. Zoals ik eerder al noemde, specifieke adsorptiematerialen hebben we getest. We hebben gekeken naar systemen waarbij die gevuld zijn met een ander vulmateriaal dan zand. Dus dat is in dit geval LECA of Argex, geëxpandeerde kleikorrels. En we hebben gekeken van hoe kunnen we combinaties maken van concepten, zoals bijvoorbeeld een open watersysteem combineren met een lage ozondosering en biologische afbraak. Nou, dan het figuurtje waar alles op het gebied van microverontreiniging en verwijdering bij elkaar komt. Het is nogal een uitgebreid figuur. Ik zal hem even kort toelichten. Je hebt op de x-as heb je de 16 gitstoffen en monitoringstoffen. En op de verticale as het verwijderingsrendement. En dan staan alle blauwe bolletjes voor een verwijderingsrendement wat in een afzonderlijke studie gehaald is door een specifiek systeem. En de kleurtjes die geven de verschillende systemen aan. Grijs is bijvoorbeeld de rendementen die gehaald zijn door het verticaal helofietfilter. En wat je hieruit bijvoorbeeld kan afleiden aan de linkerkant van de figuur, is dat een stof als carbamazepine, dat die door het helofietfilter met extra adsorbentia goed verwijderd wordt. Terwijl dat door de grijze bolletjes, het horizontaal subsurface systeem, minder goed verwijderd wordt. Nou, dat is een hoop informatie en dat kan ik wat beter toelichten door één stof eruit te pakken. In dit geval is het diclofenac, ontstekingsremmer. Hier zie je de verwijderingsrendementen voor de vijf afzonderlijke systemen. Op basis waarvan we conclusies kunnen trekken over welk verwijderingsprincipe nou werkt voor diclofenac. Nou, hieruit kunnen we concluderen dat adsorptie goed rendement oplevert, aerobe afbraak ook, fotodegradatie ook. Maar anaerobe afbraak in bijvoorbeeld het horizontaal subsurface flow helofietenfilter werkt niet goed. En uiteindelijk hebben we ook een overzicht gemaakt waarin we hebben gekeken naar hoe verwijderen alle de vijf afzonderlijke systemen, hoe leveren die nou in totaal een verwijderingsrendement op voor alle stoffen. Op basis waarvan we kunnen zeggen dat bijvoorbeeld het helofietenfilter met niet-fossiel adsorbentia, dat is over het algemeen goed in staat om alle stoffen met een redelijk hoog rendement te verwijderen. Hetzelfde geldt voor
Voor het beluchte hele fietsenfilter. En die had ook een hoog rendement. En bij de andere systemen is de spreiding eigenlijk veel groter. We hebben wel gezien, omdat er veel metingen van zijn, dat bijvoorbeeld het verticaal doorstroomd hele fietsenfilter over het algemeen ook best een goed rendement haalt. Maar dat er ook bij systemen die minder goed, minder optimaal ontworpen zijn, lagere rendementen zijn. En uiteindelijk het horizontaal hele fietsenfilter, dat blijft daar weer bij achter. Dus op basis van deze resultaten kunnen we conclusies trekken over welk systeem werkt nou en welk systeem werkt nou minder goed. En dat zijn in dit geval de tussentijdse conclusies voor de verwijdering van microverontreiniging door natuurlijke systemen. Het meest efficiënt dat is een filter gevuld met een bepaald adsorbentia. Maar daar blijft het vraagteken bij van op welke termijn blijft dat goed werken, raakt dat verzadigd en moet je het dan misschien helemaal vervangen. Dus dat is onzeker. Het verticaal doorstroomd hele fietsfilter, daar verwachten we van dat een verwijderingsrendement van 75% mogelijk is op 7 van de 11 stoffen. Vraagtekens daarbij zijn dan nog de mate waarin actieve beluchting kan helpen om die stoffen verder te verwijderen en welke rol seizoensinvloeden kunnen spelen op het minder goed functioneren van het systeem. En die vraag die hebben we ook bij de open watersystemen. Daar spelen seizoensinvloeden ook een rol. En het horizontaal hele fietsenfilter, subsurface, die doet het niet zo goed. Hierna zijn we een doorvertaling gaan maken naar de praktijk. Eerst op basis van een kleine RST van 30.000 IE. Van wat voor oppervlaktes en wat voor investeringskosten verwachten we dan bij die verschillende soorten systemen. Nou, daarin zien we dat het nodige oppervlak sterk kan variëren. Bijvoorbeeld voor de waterharmonica, dus open watersystemen, zou je minimaal 11 hectare nodig hebben. Terwijl dat voor bijvoorbeeld het niet-fossiel adsorbentia filter 1 hectare is. En voor het verticaal hele fietsenfilter 2 tot 6. Qua investeringskosten liggen die systemen nog wel redelijk bij elkaar in de buurt. In de range van 2 tot 7 miljoen. En uiteindelijk hebben we dat ook uitgewerkt voor een 100.000 IE zuivering. Waarbij we ook voor alle systemen een inschatting hebben gemaakt van het haalbare verwijderingsrendement van de stoffen. Dat zit in de linker kolom. De CO2 footprint en de kosten. Hieruit komt vooral naar voren dat een aantal systemen in staat zijn tot hogere rendementen dan andere. Bijvoorbeeld verticale hele fietsenfilters die kunnen 60-80% halen. En systemen die je wat verder optimaliseert met schimmels bijvoorbeeld of met niet-fossiele adsorbentia, die gaan ook richting de 80-90%. En dat gaat dan alleen, dat rendement gaat alleen over het systeem zelf, dus exclusief de zuivering. Dus die echt specifiek die 80% over de zuivering halen, dat is lastig. Daarmee zou je combinaties moeten maken met andere technieken, bijvoorbeeld met een heel lage ozondosering. Maar qua CO2 footprint scoren ze dan weer echt hartstikke goed in vergelijking met de referentietechnieken. Een techniek zoals bijvoorbeeld een verticaal hele fietsenfilter, dat zit op een CO2 footprint van 5 tot 8 gram per CO2 of per kuub. Dat is een fractie van wat de referentietechnieken kosten. En qua kosten zijn dit soort systemen uiteindelijk vergelijkbaar met de referentiesystemen. Tussen de 8 en er staat hier ook een 42 bij, maar dat is een beetje een grote marge, cent per kuub. En een conclusie is dat je hectares nodig hebt. Je hebt oppervlak nodig om deze systemen mogelijk te maken. En natuurlijk is er bij dit soort systemen ook een belangrijke rol voor de bijvangst. Ze verwijderen niet alleen microverontreinigingen, ze breken eigenlijk alles af. Ze leveren een grote bijdrage aan de reductie van de ecotoxiciteit. 50-85% verwijdering of vermindering. Maar ook pathogenen worden verregaand verwijderd. Stikstof en fosfor worden verregaand afgebroken. En ook voor een deel zware metalen. Dat is een groot bijkomend voordeel van dergelijke systemen.
Dan zijn er nog een aantal onzekerheden die nog verder uitgezocht moeten worden. Zoals de impact van seizoensinvloeden op het rendement. Van wat voor ondergrens geldt er dan voor dit soort systemen. En wat kan het combineren van concepten opleveren om uiteindelijk tot een hoger rendement te komen. Dan de conclusies. Afhankelijk van het systeem kan met natuurlijke systemen een rendement van 60-90% gehaald worden, verwijdering van micro's, over het systeem zelf. Het is vooral een duurzaam alternatief voor referentietechnieken. Het vereist wel voldoende beschikbaar oppervlak, maar het heeft dan als voordeel dat er ook nutriënten verwijderd worden, dat de ecotoxiciteit verminderd wordt, maar ook dat er bijvoorbeeld water in gebufferd wordt, dat het als recreatiegebied ingezet kan worden, dat het een stuk natuurontwikkeling kan zijn. Het heeft eigenlijk, het biedt mogelijkheden om een gebied herin te richten als een zuiverend, maar ook bijvoorbeeld een zuiverend natuurgebied of een zuiverend recreatiegebied. Het zijn vooral ook systemen die gezamenlijk met andere partijen ontwikkeld moeten worden. Dus dat brengt ons bij de aanbevelingen. Ik zou vooral zeggen, ga ermee aan de slag. Integreer het in gebiedsplannen samen met andere partners. Maar ook een analyse van bestaande systemen op micro's verwijdering zou gewenst zijn. Dus frequenter meten aan bestaande systemen over het jaar heen. En pilot onderzoek naar kansrijke concepten. Dus bijvoorbeeld het combineren van een zeer lage ozondosering met een open watersysteem. Zoals hieronder weergegeven, dat zou best wel eens heel kansrijk kunnen zijn. Ook voor een klein land als Nederland. Dank jullie wel. Joost, dank je wel voor je presentatie. Ja, je hebt er enthousiast over verteld. Dat is al heel mooi. Ondertussen ben ik ook heel erg benieuwd voor de laatste poll. En we zijn heel erg benieuwd wat u van de veelbelovende techniek vindt van natuurlijke zuiveringen. Moeten we dat verder testen, ja of nee? Als het goed is, komt dat weer bij u in beeld. Ondertussen, dan begin ik gewoon met een eigen vraag. Ik ben heel erg benieuwd in de kosten. Hebben jullie dan ook meegenomen hoeveel oppervlak daarvoor nodig is? Ja, we hebben daar ook, ook naar gekeken, maar dat hebben we uiteindelijk niet in de afschrijving meegenomen. Het is even geleden hoor, dat het rapport gepubliceerd is. Maar dat komt omdat je kan dat oppervlak moeilijk, je kan die hectares die je koopt, die kan je moeilijk af gaan schrijven. Dus uiteindelijk hebben we die vierkante meters volgens mij niet meegenomen in de kostprijs. Nee. Dankjewel. Mirabelle, zijn er nog vragen binnengekomen? Nee, ik denk dat Joost een hele duidelijke presentatie heeft gegeven, want er zijn inderdaad geen vragen. Geen vragen van het thuispubliek in ieder geval. Ik zie wel dat ze de poll netjes aan het invullen zijn, dus wellicht kunnen we daar wat aandacht aan besteden. Of hebben jullie zelf nog vragen? Cora, heb jij nog vragen? Ik vind het heel indrukwekkend, hè? Ook dat overzicht met al die rendementen en al die technologieën. Er zit echt wel heel veel potentie ook in natuurlijke systemen. In ons innovatieprogramma hebben we ook heel veel aandacht besteed aan het bemonsteren. Hè, van hoe bereken je nu ook goede rendementen en hou je al dan rekening met verblijftijden en zo. Ik kan me voorstellen dat je van al die literatuur die je verzameld hebt, dat misschien niet allemaal op de manier bemonsterd en geanalyseerd is zoals wij dat nu willen doen. Heb je wel goed gevoel bij dat al die literatuurreferenties met die rendementen, representatief zijn voor datgene wat er gemeten is? Ja, dat is een hele goede vraag. Ook goed dat je hem stelt. Het voordeel is dat wij gewoon heel veel wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur gecombineerd hebben. Ja, uiteindelijk leidt dat tot heel veel datapunten en ook een goed gevoel over uiteindelijk de rendementen. Maar het is zeker niet op de IPMV of STOA manier gemonitord. Dat is bij elk systeem, ook omdat die systemen er anders uitgezien, is dat op een eigen manier gedaan. En bij de ene locatie is dat netter dan op de andere. Maar omdat het heel veel datapunten zijn, geeft het mijn inziens wel een goede indruk. Ja, want binnen ons IPMV hebben we ons gericht op de 70%, hè, met een lijstje gidsstoffen van 5 jaar geleden. Inmiddels zijn er wat contouren van de Europese richtlijn. Hè? En dan gaat die 70% toch naar de 80%. Hè? Dan wordt de lat toch wel weer, naar alle waarschijnlijkheid, toch weer wat hoger gelegd. Met net even een wat andere gidsstoffenlijst. Denk je dat de natuurlijke systemen daar ook mee een goede bijdrage kunnen leveren?
Ja, ik denk dat ze heel goed een bijdrage kunnen leveren. Zeker door te combineren met wat ik net al noemde. En bijvoorbeeld een lage ozondosering, daar is die weer. Die komt er al vaak om de hoek kijken. Is ook voor in combinatie met een water, bijvoorbeeld een waterharmonica of een open watersysteem, heel interessant. Maar daarnaast heb je ook optimalisaties die we nog verder moeten uitzoeken. Zoals bijvoorbeeld de invloed die zoiets als schimmels kunnen hebben. Of bijvoorbeeld een verticaal helofytenfilter combineren met een open watersysteem. Heb je eigenlijk twee verschillende principes die op een andere manier stoffen verwijderen. En combineer je dus eigenlijk rendementen. Oké, dankjewel. Ja. Mirabella, zijn er ondertussen nog andere vragen binnengekomen? Ja, er zijn nog twee vragen voor Joost ondertussen toch binnengekomen. Je gaf in het begin aan verschillende systemen, horizontaal en een aantal andere dingen. De vraag is gewoon letterlijk, bestaan er ook verticaal beluchte systemen? Ja, die bestaan ook. Die zijn aangelegd. Er zijn er ook een aantal van, maar uiteindelijk is de uitvoeringsvorm van een horizontaal subsurface beluchtsysteem is eenvoudiger en is dat hoe ze meestal aangelegd worden. Oké, dus er zijn er wel een paar van, maar daar had je niet genoeg data van om die goed te krijgen. Nou ja, een verticaal systeem is eigenlijk van nature worden ze al belucht, omdat je er water opbrengt en dat stroomt er batchgewijs de grond in. En daardoor wordt het gewoon natuurlijk belucht, zeg maar. Maar echt met beluchtingsbuizen onderin zie je ze meestal in horizontale vorm. Oké. En er wordt inderdaad een opmerking gemaakt over het grote bereik in rendementen. Je gaf net al aan, hè, misschien wat optimalisaties. Maar hebben jullie ook nog beeld van optimalisaties om dat bereik in rendementen kleiner te krijgen? Ja, kijk, wat we gezien hebben in die studies is dat we alle literatuur en alle rendementen op een rij hebben gezet. En dat betekent dat er ook veel literatuur beschikbaar was van bijvoorbeeld een relatief heel klein open watersysteem of een klein gedimensioneerd verticaal helofytenfilter. En dat leidt automatisch dan tot een lager rendement. Maar als je zo'n systeem optimaal ontwerpt, dus groot genoeg, dan kan je eigenlijk al de garantie inbouwen dat je een hoger rendement haalt. Oké. Dankjewel. Joost, nog een laatste vraag. Hoe zie je het vervolg voor je? Ja, wat ik in ieder geval toejuich is dat we de laatste maanden steeds meer vragen krijgen. Ook over de combinatie van nageschakelde natuurlijke systemen. Waar ook specifiek gevraagd wordt naar optimalisatie voor microverontreinigingen. Dus daar ben ik al heel blij mee. Uiteindelijk is dit toch iets wat vanuit de waterschappen moet komen die een wens hebben om een gebied na een zuivering herin te richten als zuiverend natuurgebied. Waar dit in de praktijk gewoon gerealiseerd moet gaan worden. En dat soort vragen die beginnen zeker te komen en dat juichen we toe. En voor de rest denk ik dat het goed is om dan ook meteen te kijken naar monitoring van dat soort systemen. Er liggen er een aantal, maar echt een goed monitoringsprotocol voor die systemen, dat is nu nog niet in uitvoering, maar hopelijk komt die er wel. Ja, en denk je dat het nog helpt nu ook biodiversiteit een belangrijk thema begint te worden? Ik denk dat dit soort systemen sowieso heel goed aansluiten bij heel veel maatschappelijke vragen. Dus zeg maar, naast biodiversiteit zijn het ook systemen die water bufferen. Die inderdaad een stukje natuurontwikkeling stimuleren. En daar past het eigenlijk allemaal heel goed in. En niet te vergeten, de netcongestie waar sommige gebieden Zeker. In Nederland nu best wel mee te Tot. Kampen hebben. Zoals en je, een extra energievraag, dat het niet zomaar zo makkelijk te realiseren is. Ja. Nou, misschien is dat wel een mooie Dat klopt, als je iets met micro's wil en je hebt een beperkte aansluiting, dan is het wellicht de goede oplossing. Ja. Nou, dankjewel. Ik zie ook dat als de resultaten van de poll, dat inderdaad toch wel ruim de helft van de mensen zegt dat dit ook wel een technologie is om verder te testen en verder naar te kijken. Onder andere vanwege de mogelijk lagere CO2-footprint. En de andere antwoorden, daar is een mooie wisseling. Nee, dit waren de presentaties voor vandaag. We hebben nog wel tijdens de Aquatech, die begin november is geweest, is een, waar ook alle presentaties van alle onderzoeken zijn geweest, is een mooi impressiefilmpje gemaakt. En die willen we jullie graag laten zien nu tijdens deze webinar.
En dan maken wij ons ondertussen klaar voor de discussie. Dus we krijgen een paar minuutjes nog even terug te zien de sfeerimpressie van de Aquatech. En daarna komen we weer terug voor de discussie. STOA neemt het onder de loep. Good morning, everybody. We celebrate the end of a 5-year program and research on the removal of micropollutants. We zien gewoon dat het in de Nederlandse wateren slecht gaat met de biodiversiteit. En we weten ook dat dat veroorzaakt wordt door die organische microverontreiniging. Het is eigenlijk een beetje een onzichtbare vijand. We have a government, we have a ministry of infrastructure and water management, but no guidelines yet. Het normale zuiveringsproces, dat verwijdert een aantal van die stoffen tot een bepaalde mate. En in ons innovatieprogramma gaan we juist kijken naar die nieuwe systemen om te kijken of dat je beter, goedkoper, dan wel duurzamer medicijnresten en andere microverontreinigingen kan verwijderen. De afgelopen 5 jaar hebben we met z'n allen eigenlijk onderzoek gedaan. En ja, het is heel leuk om nu samen te zijn, zodat iedereen ook zijn eindresultaat presenteert in een gezamenlijke club. Superleuk. First, some visual results. This photo is taken like 10 seconds after being mixed. There's a rapid sedimentation already taking place of the mixture of sludge and iron. Tot nu toe is het programma heel interessant. Het is leuk om te zien wat de rest heeft gedaan en wat uit andere pilotonderzoeken is gekomen. En natuurlijk welke full skills er al staan. Er is nu heel duidelijk wat de opties zijn, wat voor- en nadelen zijn. Dus er kunnen keuzes gemaakt worden. De volgende stap is nu echt aan de waterschappen zelf, het implementeren. Op dit moment kun je gewoon aan de slag. Er zijn technieken die werken, dus en een goed rendement leveren, maar ook een lagere CO2-footprint. Dat we hier rivieren, beken en sloten hebben waar het bruist van het waterleven. Dat is eigenlijk de stip aan de horizon. Als we verder gaan zoals we het de afgelopen 5 jaar hebben gedaan, dan komen we er gewoon. Dit gaat lukken met inzet van ons allemaal. Ik voel de energie wel om met z'n allen hier mee aan de slag te gaan. I'm going to talk about it again and again and again, because we are not there yet. Nou, welkom weer terug. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van die sfeerimpressie van de Aquatech. Ik vond het daar toen tenminste hartstikke leuk en een erg geslaagde dagen. We hebben nog een poll voor alle technieken die we hebben gedaan of die we hebben gepresenteerd vandaag. En daarvan willen we heel graag weten per techniek of jullie denken dat die al op full scale toegepast kan worden. Dus we hopen dat jullie die weer net zo enthousiast willen invullen als alle voorgaande pollen die jullie hebben gedaan. Pollen. Pollen heb ik allergische reactie krijg ik daarvan. Laten we die dan maar niet doen. De pollen. Dan gaan wij ondertussen beginnen met de discussie. Nou ja, welkom terug. Alexandra die is bij ons via op afstand, dus die komt vast zo af en toe in beeld. Cora, volgens mij heb jij je eerste mooie vraag. Ja. Eigenlijk iedereen zoals we hier aan tafel staan of thuis, hebben jullie haalbaarheidsstudies gedaan en daarna een pilotonderzoek. Ja, misschien dan niet met de natuurlijke systemen. Maar wat is nu het inzicht of wat heb je nu geleerd van het pilotonderzoek ten opzichte van die haalbaarheidsstudies? Zo van, dat was allemaal literatuur en dan ga je ermee daadwerkelijk aan de slag. Welke dingen zijn tegengevallen of meegevallen of welke inzichten heb je daarmee verkregen? Dan weten we ook in het vervolg of dat we nog meer pilotonderzoek als STOA zijn dan moeten stimuleren. Of dat we zeggen van nou, haalbaarheidsstudie is ook goed. Nou. Ik kan wel een begin maken. Ja. In het echt is het altijd anders. En bijvoorbeeld in het geval van Dexorp, er was al labonderzoek gedaan. En dan zelfs ook nog op Nederlands communaal afvalwater effluent. Maar ook al pilots op andere soorten wateren. En toch wel een van de dingen die we ook geleerd hebben weer in deze pilot, en die we elke pilot weer leren, is dat elk watertje is anders. En dat het echt wel loont om ook die techniek die al in zoveel pilots is getest, toch in deze context en in deze setting op Nederlands communaal afvalwater te testen. Dan loop je tegen andere dingen aan. Oké. Ja.
Dus ieder water is anders en dat geeft je inzicht in wat die technologie voor jouw specifieke afvalwater nu doet. Klopt. Ja. Soms is het niet alleen de prestatie, maar ook juist dus de operationele bedrijfsvoering van zo'n filter. De verstoppingen en de kanalen. Verstoppingen, de kinderziektes die je in een pilot eruit wil halen, voordat je naar full scale gaat. Oké. Ja, in aanvulling daarop, ik ben het helemaal met je hier eens, elk water is anders, dus dat is alleen al een reden om het te testen. Maar in het treintje zoals STOA het programma heeft ingestoken, eerst een haalbaarheidsstudie en dan een pilot. Ik denk dat dat een hele goede combinatie is, want een gedegen haalbaarheidsstudie is denk ik een hele goede bodem, goed fundament voor een succesvolle pilot. En dat hebben we een aantal keer gezien. Zeker als er in die haalbaarheidsstudie ook al een en ander aan bijvoorbeeld labtesten is gedaan, om een bepaalde richting op te gaan, dan heb je al een zekere mate van inzicht welke kant het op gaat. Nou, als je dat dan ook nog succesvol op pilotniveau kan testen, dan ben je denk ik heel goed bezig. Dus ik onderschrijf zeker het belang van de pilot, maar wel met een goede pre-fase. Stap niet zomaar een pilot in. Doe er een goede voorstudie voor. Ja, oké. Volgens mij heeft Alexandra ook nog nieuwe inzichten verkregen tijdens het pilotonderzoek. Dat klopt zeker, Cora. Want wij hebben ook de haalbaarheidsstudie gedaan, dan niet met behulp van labtesten, maar wel met behulp van resultaten uit het buitenland. En die waren heel veelbelovend, maar dan ga je het inderdaad testen in de Nederlandse praktijk. En dan kom je allerlei problemen tegen. En moet er ineens toch een voorbehandeling geplaatst worden? En is de situatie veel weerbarstiger dan van tevoren verwacht? Dus ik juich de combinatie van een haalbaarheidsstudie en dan een pilotonderzoek achteraf zeker toe. Een vervolgvraag is natuurlijk wel van als een willekeurig andere zuivering nu zegt van pas mij die technologie toe, moet ik dan weer een pilotonderzoek doen? Hele terechte vraag. Het ligt een beetje aan de doelstellingen, denk ik, van waarom zou je het willen doen? Ik denk dat bijvoorbeeld voor de oxidatieve technieken die vooral om ozon draaien, het een hele valide reden is om te zeggen, ik zou voor mijn individuele RWSD toch willen weten hoe de bromaatvorming gaat lopen. En dan hoef je misschien niet een heel pilotcircus op te tuigen. Dat kun je misschien simpeler houden in de vorm van labtesten. Maar dat je voor jouw watertje wel wil weten wat daar de bromaatvormingspotentie van is. Tegelijkertijd denk ik dat je op basis van de succesvolle pilots die we nu in het IMPNV hebben onderzocht, voor de meeste zuiveringen in Nederland kan zeggen, als het hier heeft gewerkt, bijvoorbeeld op Horstermeer, dan werkt het waarschijnlijk daar ook ongeveer zo. Zeker op het niveau van verwijderingsrendementen van gitstoffen verwachten we daar geen grote verschillen in. Maar bijvoorbeeld een detail als bromaatvorming, wat misschien niet zo'n klein detail is, is dat een hele belangrijke om wel individuele testjes te doen. Ja. Ik denk ook dat we met het IPNV nu ook veel meer weten over de diversiteit aan afvalwatertjes die we hebben. En met name die micro's. Voorheen keken we daar toch veel minder naar dan nu. Maar goed, Alexandra, wil jij nog op een andere zuivering nog een keer ook Dynacarb en dergelijke piloten? Of durf je daar wel voor het EGI te gaan? Ik vertrouw dan wel op de technologie, maar ik zou in het geval van de Dynacarben uiteraard nog willen testen van hoeveel voorbehandeling is nodig. Want op basis van beschikbaarheid is er nu één filter geplaatst in het pilotonderzoek. Maar moet het deze echt zijn of kan het ook een minder fijn filter zijn uiteindelijk? Dus ik zou toch nog wel 1 à 2 maanden even met het specifieke water aan de gang willen gaan en testen. Oké, dankjewel. Dankjewel. Dat brengt eigenlijk ook wel meteen eigenlijk op een soort vervolgvraag. Want elke technologie heeft natuurlijk zijn eigen specialiteit of waar het goed voor is en waarvoor het geschikt is. Hebben jullie nu al een speciaal soort zuiveringssituatie waarvoor jullie denken dat jullie techniek nou eigenlijk het meest geschikt is of waar die het best zou kunnen passen? Je eer? Ja, we ook al kort genoemd in de webinar. Ik denk, de technologie die wij hebben onderzocht, is de focus de verwijdering van medicijnresten. Dat is natuurlijk ook het doel van IPNV. Maar dat je ziet dat de technologie ook met als bijvangst PFAS afvangt. Er zijn er nog geen richtlijnen voor PFAS, maar dat is wel een mooi bijkomend voordeel van die technologie. Dus als je bijvoorbeeld een zuivering hebt die ook aanzienlijke PFAS-concentratie in het effluent heeft, dat daar wel echt
Dexorp meerdere voordelen kan bieden ten opzichte van andere technieken. Ook omdat die contacttijd korter kan dan bijvoorbeeld bij actief kool nodig is voor de afvanging van PFAS. Dus ja. Dat zijn al niche zuiveringen misschien. En daarmee is eigenlijk dan ook meteen inderdaad de bijvangst van PFAS, dat is ook wel een echte voordeel van de Dexorp-technologie. Ja, en dat voordeel gaat, verwacht ik, groter worden en groter worden in de toekomst. Want voor PFAS moeten nog heel veel wetgeving en ambities worden uitgesproken. Maar die komen er wel, denk ik, ooit. En we gaan toch voor de bronaanpak? Ja, we hebben daar vorige week nog een rondetafelsessie over gehad. Samen met drinkwaterbedrijven en waterschappen. Maar ook als bronaanpak wordt ingezet, dan zitten zoveel legacy PFAS overal dat het een probleem blijft. En het regent ook nog TFA, heb ik begrepen. Dus okay. Daar zijn we ook nog niet vanaf met bronaanpak. Dus het blijft nog wel een probleem, denk ik. Joost, hoe zie je dat bij natuurlijke zuiveringen? Bij wat voor soort situaties past dat het best? Ja, in principe overal wat mij betreft. Ja, ik zou zeggen, als er wat ruimte beschikbaar is, overweeg dan zeker om het mee te nemen. Het kan ook aanvullend zijn op wat de zuivering doet. Want je dient er gewoon echt wel heel veel meer doelen mee dan alleen afvangen van micro's. Je hebt ook een heel stuk nutriëntenverwijdering. Je hebt een stuk waterbuffering, natuurcreatie. Dus wat mij betreft is het overal het overwegen waard. Ja, dank je. Arnoud, hoe zie je dat bij BO3? Ja, voor BO3 zien we eigenlijk dat de toepasbaarheid breed is. We zijn nu bezig met een zeer klein systeem. Dan hebben we het echt over kubus per uur wat achter een klein systeempje kan worden geplaatst. Een 100.000 IE, maar ook een 300.000 IE zuivering. En eigenlijk zien we overal dezelfde kansen, mogelijkheden. Dus ik zie geen beperkingen in het type RVCT. Waar het een aanvullende meerwaarde kan hebben, is waar er een ammoniumeis is. Als er ammoniumeisen zijn van het ontvangende oppervlaktewater, vooral gevoelige wateren. Of als er zuiveringen zijn die af en toe ammonium niet onder controle hebben, laten we het zo zeggen. Dan kan dit zeker helpen om de ammonium af te toppen. In aanvulling op de gewenste microfrontreiniging verwijdering. Nou ja, en de kans, zeker nu de KRW deadline meer in de buurt komt. En we ook echt ons uiterste best aan het doen zijn om aan de KRW-eisen en normen te voldoen. Dan wordt het natuurlijk ook al steeds interessanter. Zeker. Alexandra, hoe zie je dat voor jullie techniek met de upflow hak? Die zijn denk ik meer voor de zuiveringen waar je echt puur iets aan de microverontreinigingen wilt doen. Daar zijn die technieken geschikt voor. Als je nutriënten nog iets wilt doen, dan zul je toch denk ik alweer richting een combinatie moeten gaan. Ja, ik eet van de Dyna. Carp, die deed me heel erg denken aan de Dynascent filters. En die zijn volgens mij echt heel veel toegepast om allemaal deeltjes ook te verwijderen. En eigenlijk ook NMP. Nou word ik dan eigenlijk wel benieuwd, of ja, doet dan als je hem dan, zeg maar, de Dynacarp met actief kool, verwijdert die dan toch ook nog iets aan nutriënten of deeltjes of helemaal niet? Die heeft inderdaad ook iets gedaan aan ammoniumverwijdering. Aan fosfaatverwijdering deed hij niet zoveel. En misschien hadden we hem ook iets langer moeten laten staan en was er dan nog een leuke biologie ook gegroeid die ons ergens mee had kunnen helpen. Maar ja, je hebt een bepaalde tijd voor het pilotonderzoek en die was toen op. Dus ammonium verwijderde hij wel. Nee, dus eigenlijk hetzelfde als met de BO3. Hey, dankjewel. Ja. Cora, heb jij nog... We hebben in het IPMV hebben gekeken naar duurzaamheid, hè? Ook als resultante van energie en ook het gebruik van hulpstoffen. We zien nu best wel de afgelopen tijd dat energie, ik noemde het net al tijdens de presentatie van Joost, van het aansluiten van extra aansluitingen is niet een vanzelfsprekendheid. Dus het kan best zijn dat met name die energie, die energievraag best wel zwaarder gaat wegen in de toekomst.
En nou, misschien dat dat ook wel bij de verschillende technologieën anders gaat uitpakken. Dat daardoor nou, de ene technologie wat meer bevoordeeld wordt ten opzichte van de andere. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. En nou, we hebben binnen het IPNV gekeken naar verwijderingsrendementen, kosten en duurzaamheid. Hè, als drie pijlers waarin we al die technologieën naast elkaar gaan leggen. Nou, voor de verwijderingsrendementen zitten daar echte hordes, hè, van je moet die 70% of 80% halen. En anders, dan moet je echt je best doen om dat wel te gaan doen. Maar die duurzaamheid en die kosten, de kosten, nou, we hebben het prijsspel van een aantal jaren geleden gehanteerd, omdat we niet iedere keer het prijsspel wilden aanpassen. Dus nou, in de update of in de analyse die volgend jaar gepubliceerd wordt, dan proberen we dat nog een keertje te actualiseren. Maar ik ben wel heel benieuwd, en ik ben ook wel benieuwd van hoe jullie dat zien, van je gaat dadelijk zien van wat duurzaamheid mag kosten. Want je kiest voor technologieën die misschien beter scoren op duurzaamheid, maar misschien dan ook wel wat meer kosten met zich meebrengen. Hoe zien jullie dat? Zien jullie dat ook in de vragen in de praktijk? Wordt duurzaamheid ook meegewogen? Of nou, wordt er toch vooral gekeken naar lagere kosten? Ik denk dat tegenwoordig duurzaamheid vrijwel bijna altijd wordt meegenomen in de overweging. En we spreken uit ervaring van systeemkeuzeontwerpstudies bijvoorbeeld. Maar ook in latere ontwerpen tot en met voorontwerp. Ik zie wel, soms wordt het als apart criterium beoordeeld. En dan kan duurzaamheid denk ik echt op waarde worden beoordeeld. Maar soms wordt het ook beprijsd. Dus dan een kostprijs per CO2 uitgestoten. En die vind ik altijd lastiger, want dan valt het, en dan valt het onder kosten. Dus ja, dat zijn twee manieren om CO2 mee te nemen in de overweging. Ja, ik vind het ook een lastige vraag. Ik zie echt wel dat er dat zeg maar de duurzaamheid van dit soort concepten, dus de CO2 footprint, dat echt wel een steeds belangrijkere rol krijgt. En daar ook gewoon steeds meer over duidelijk wordt. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk interessant om te streven naar een zo laag mogelijke footprint van je systeem. Ja, en daar waar het samen gaat, dan is het helemaal goed natuurlijk. Maar misschien dat het niet altijd het een of dat het samen gaat, maar dat het misschien tegenovergesteld is. Hè? Meer duurzaam, hogere duurzaamheid, meer kosten. Maar. Nou, ik durf te stellen, Cora, dat er en een hele duidelijke lijn zit in het verduurzamen en ook het omlaag brengen van kosten. Want wij zien dat vrijwel al deze technieken gekenmerkt worden door inputs, dan wel elektriciteit, dan wel actief kool, regenereren, poederkool doseren. Die komen met kosten en die komen met een CO2-footprint. Het reduceren van de inputs levert aan beide kanten een enorme winst op. Ja. Dat zien we wel. Ik ben het helemaal met je hier eens. Ik zie in mijn rol als adviseur in eigenlijk geen enkele studie meer dat duurzaamheid niet wordt meegenomen. Dus hij zit er overal in. De mate van weging verschilt per project, per waterschap, maar hij zit er overal in. En ik denk ook dat met de EU-wetgeving in het vooruitzicht en eigenlijk met de doelen van de waterschappen zelf, het steeds een belangrijker thema wordt. En het ene hoeft het andere eigenlijk helemaal niet uit te sluiten. Ik denk eigenlijk dat er juist combinaties te bedenken zijn, waardoor je en duurzaam bent en goedkoop. Ja, helemaal mooi. Ja. Alexandra, heb je nog wat aan toe te voegen? Dit was denk ik ook de hele mooie karakter van het IPMW-programma. Je bent gestart met drie technologieën met een x CO2-voetafdruk, x kostprijs. En alle technologieën waar het streven was om en goedkoper en beter in de CO2-voetafdruk te worden. Nou, in die zin zijn we daarin geslaagd dat we nu meer te kiezen hebben. Zowel op duurzaamheid als op kosten. Nog één kleine toevoeging als het mag, naar de luisteraar vooral ook. Wat we wel zien, wij doen nu af en toe studies voor een hele zuivering, dus het hoofdzuiveringsstelsel, waar we in het IPNV minder naar hebben gekeken, inclusief een nabehandeling. En dan zien we dat die nabehandeling, wederom omdat die zo gestoeld is op inputs, eigenlijk een enorme weging heeft in de totale duurzaamheid. Dus het is ook echt wel aan de waterschappen te adviseren om, als je dan die afweging maakt, om dat belang van die nabehandeling ook in het perspectief te zien van het geheel. En dan zie je dat die gewoon heel erg groot is. En dan is dus ook een duurzame keuze voor de nabehandeling zeer impactvol voor het geheel.
Er zijn sommige aspecten op de RWS waar je een duurzame keuze kunt maken, maar die wat minder impact hebben op het totaal. Nou, na behandeling is er duidelijk eentje waar dat tegenovergesteld ja, is. Ja, dat geloof ik meteen. Dat doet me er ook aan denken dat we ook vooral niet moeten vergeten wat we allemaal voor de zuivering kunnen doen als we spreken over verwijdering van microverontreinigingen. Want ik denk ook zeker als het gaat om, we hebben het over DWA-RWA verhoudingen en zo, van die zijn ook cruciaal, ook als het gaat om duurzaamheid en kostaspecten op de zuivering. Dus op het moment als we daar wat aan kunnen doen, heeft dat ook zo'n effect bij de effluent nabehandeling? Ja, nou, ik denk dat we bij elkaar ook wel heel veel hebben geleerd van alle pilots. En dat we inderdaad ook allemaal dingen die we van tevoren niet hadden verwacht, dat je die dus dan toch allemaal weer tegenkomt in de pilots en in het onderzoek. En ondertussen met alle maatschappelijke ontwikkelingen die er spelen, dat er dan steeds meer op zijn plaats komt te vallen van wat waar nou wel heel goed past en wat heel erg belangrijk wordt. Dus ik ben er zelf heel erg blij mee dat we zoveel onderzoek hebben gedaan en dat we zoveel kennis hebben opgedaan de laatste jaren. Ik wil nog heel even terug naar de poll die iedereen heeft ingevuld. En daarin valt op dat toch wel echt de allergrote meerderheid, die ziet er toch wel in dat BO3 alvast klaar is voor de full-scale toepassing. Ja, de dekzorg nog niet, maar dat is eigenlijk ook wel een beetje in de presentatie al zo verteld, hè, dat we daar toch nog iets verder onderzoek naar moeten doen, voordat het daarvoor klaar is. En zowel bij de upflow-gak als bij de natuurlijke systemen is het ongeveer de helft van de mensen die denkt dat het al op full scale toegepast kan worden. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat we over een paar jaar dat we inderdaad een aantal van die mooie installaties te zien krijgen en dat we daar steeds meer van leren. Nou ja, ik wil graag Cora nog heel even het woord geven voor als mooie afsluiting van dit webinar. Ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij met dit webinar. Want we hebben met z'n allen heel veel kennis verzameld en we hebben ontzettend veel geleerd met elkaar in begeleidingscommissies en allerlei samenstellingen. En de Aquatech was natuurlijk ook een heel mooi event om die kennis te delen, internationaal ook. Maar deze webinars ook, hè. Dit was de derde in de reeks van 5. En we hebben er nog 2 te gaan. 31 januari... Dan is er een webinar en die heet fossielarme oxidatie en adsorptie. En daar komt onder andere het onderzoek van Microforce, de nanofiltratie, AdOx en de bemonstering komt daar aan de orde. En 28 februari, dat is de laatste van de serie van 5, dan gaan we het over biogak en de overall evaluatie hebben. En dan komen in ieder geval de resultaten van de PFAS-onderzoek aan de orde. Want alle pilots die zijn ook bemonsterd op PFAS. En antibiotica-resistentie. Biogax, zoals genoemd. En BODAC. En overall evaluatie voor zover die op dat moment ook beschikbaar is. Dus allemaal hartelijk dank. En ik hoop jullie allemaal weer te zien. In ieder geval 31 januari of 28 februari. Dus. Nou, dankjewel. Nou ja, ik wil ook nog extra bedanken Alexandra, Arnoud, Jair en Joost voor hun bijdrage en hun presentatie over de systemen. Nou ja, Mirabella en Cora ook om het allemaal weer mogelijk te maken. En ik wil jullie een heel fijne avond wensen en hopelijk tot het volgende webinar. Dank jullie wel.